Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom hier in de Bali. Bij deze Crash Course. Mijn naam is Martijn de Geef. Ik heb de eer en genoegen u moderator van de avond te mogen zijn. Een bijzondere avond, al was het maar door de samenwerking, Ergun en de Bali. Aanleiding was een rapport, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD, maar ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het initiatief lag bij Ergun, contact gezocht met de Bali en de rest is geschiedenis, want hier zijn we met elkaar. Een avond waarin we eigenlijk een hele simpele voorzet aan u geven. Als het zo is dat u vanavond aan het einde van de avond aan de bar of onderweg naar huis bij zichzelf denkt, hé, ik heb meer inzicht gekregen hoe extreem rechts werkt, hoe het in elkaar zit en vooral ook wat de gevaren erbij zijn, dan is de avond geslaagd. Gaan we zo'n avond ook nog een keer op extreem links maken? Ja, graag. Heel graag. Dat is de aanloop. De Crash Course is eigenlijk in drie delen opgebouwd. De eerste vraag is even, wat is het en waar komt het vandaan, het historisch perspectief? Het tweede gedeelte is eigenlijk, hoe ontwikkelt het zich en wat zijn de gevaren? En het derde gedeelte is specifiek Amsterdam. Hoe gaat Amsterdam ermee om? Wat doen ze eraan? En is het ook enigszins effectief? Nou, deze drie mensen vanuit hun expertise zullen daar het een en ander over aan u vertellen. Ik meld u ook nog even dat de organisatie, dat is niet eens, ben ik zelf niet, maar de organisatie is ontzettend nadrukkelijk bezig geweest om ook mensen van bepaalde clubs en verenigingen bij elkaar hier in de zaal te krijgen, die dan mogelijkerwijs als extreem rechts getypeerd zouden kunnen worden. Identitair verzet bijvoorbeeld. En bij onze wetenschap is dat eigenlijk mislukt. In die zin dat die mensen niet bij ons aan tafel zitten. Maar het zou kunnen zijn dat ze wel in de zaal zitten. Dus als u zegt, hey, ik ben wel gevraagd, heb daar nee op geantwoord, maar ik zit nu toch in de zaal, wil ik graag uw vinger even zien. Ja, nou, kijk eens aan. Goedenavond mevrouw, wie bent u? Ik heb ontzettend veel bezwaar tegen dit. Zeggen van dat mensen die anti-islam zijn, op een of andere manier een politiek. Dat is een kleine verwatering van de vraag opkomen. De vraag was heel simpel. Ja. Dat begrijp ik, mevrouw. Ja, nou, het is fijn dat u meteen het even laat horen. Dit is precies een voorbeeld van wat er dus vanavond nog vaker zou kunnen gebeuren. Een hele simpele vraag en een ander antwoord. Dat is op zich helemaal niet erg, want dat geluid wil ik wel vanavond horen, maar op een later moment. Nu terug naar de vraag die ik stelde. Is er iemand in de zaal die zegt, ook al vind ik dat van mezelf niet, maar er zijn anderen die mijzelf als extreem rechts typeren? Dat is niet het geval. Nou, dat vind ik in die zin teleurstellend, want we hadden gehoopt ze hier aan tafel te hebben. Dus we gaan over ze praten, maar dat doen we wel met drie mensen die buitengewoon gezaghebbend zijn. Of ze durven het nog niet te zeggen. Goed punt. Als u tijdens deze avond denkt, goh, dat gaat ook over mij, ik hoor ook tot die clubs, steekt uw vinger op, ik kom graag naar u toe. En dat zeg ik misschien een beetje gekscherend, maar ik bedoel het in die zin serieus. Het is namelijk altijd veel fijner om met de mensen zelf te praten dan erover te praten. Dan kent u een beetje de tom-tom van de avond. Nogmaals, tussen die drie delen die ik u net geschetst heb, is er elke keer de gelegenheid voor u om vragen te stellen. En ik zeg erbij, ik ben zelf in mijn dagelijks leven debatleider, dus ik vind debat niets fijner dan debat, en vooral met tegengestelde meningen. Maar dat is deze avond niet. Dit is een crash course. En dat betekent nogmaals, als u aan het eind van de avond meer inzicht gekregen heeft en ook begrijpt hoe bepaalde dingen werken, vooral ook wat de gevaren zijn en bijvoorbeeld wat Amsterdam eraan doet, is de avond geslaagd. Dan weet u dat. Dat allemaal gezegd hebbende, welkom voor de mensen die nu binnenkomen. Allereerst wil ik graag uw handen op elkaar hebben voor de man die de spits gaat afbijten. Hij is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, maar veel belangrijker, specialist nationalisme in Europa. Dames en heren, graag een warm applaus voor Joep Leersen.
Dank u wel. Ja, het is een beetje intimiderend voor mij, want ik heb tot nu toe heel vaak gekeken naar de geschiedenis van het nationalisme tot de jaren 1930, met een soort uitloop daarna. Dat was een beetje antiquarisch, dat onderzoek is nu ook afgerond en ik dacht ik moet ook eens gaan kijken naar de hedendaagse manifestaties. En die zijn veel diffuser geworden, onder andere door het feit dat tegenwoordig de publieke opinie sterk gemobiliseerd wordt met sociale media. En die zijn vluchtig en die zijn lastig in kaart te brengen en die zijn diffuus. Wat ik een beetje met u ga bespreken is mijn eigen poging om extreemrechts in kaart te brengen. Niet in termen van waar zijn ze tegen? Zijn ze tegen de Joden? Zijn ze tegen islam? Zijn ze tegen Brussel? Maar waar zijn ze voor? En waaraan denken wij als wij het woord extreemrechts in de mond nemen? Hoe manifesteren ze zichzelf en wat zijn hun achtergronden en hoe zouden we ze een beetje kunnen groeperen om een soort landschappelijk overzicht over die groeperingen en denkbeelden te krijgen. Het multiple choice tentamenformulier krijgt u dan vervolgens over een weekje of zo thuisgestuurd. Waar hebben we het over? Dit is een beetje het ideaal typische beeld. Het extreme voorbeeld van extreem rechts, neonazies. Het soort volk dat die Turkse moorden pleegde in Duitsland, dat nu in Chemnitz en in andere Oost-Duitse steden de straat opgaat. Met een beetje neonazi-achtige vormentaal. Ook allerhande nazi-toespelingen in hun zelfpresentatie. Germaanse namen, runen en kleuren, het zwart-wit-rood. Paramilitair, met uniformen, geschoren hoofden. En gewelddadig, met knokploegen en intimidatietactieken. Dat is een beetje het beeld waar je aan denkt. Maar dat heeft allerhande raakvlakken en complicaties. En die wil ik met u doornemen. Om te beginnen, het gebruik van geweld. Het idee van een paramilitaire organisatie. Het willen omverwerpen van de constitutionele positie van de staat. Dat zien we zowel ter linker als ter rechterzijde. In mijn studententijd was extreem links veel meer een zorgenpuntje dan extreem rechts. We hadden toen de Baader-Meinhof-groep. Er werd toen ook iets ontwikkeld, dat heet het hoefijzermodel. Je zou het ook het Hema-worstmodel kunnen noemen, waarbij eigenlijk de twee extremen van het politieke spectrum, de twee eindjes van de worst, tamelijk dicht naar elkaar zitten. En dat verklaart dan waarom iemand zoals Mussolini van fel socialist kon switchen naar fel fascist. Of hoe iemand van de PVV opeens zich tot de islam kan bekeren. Ja, die twee eindjes van de worst die liggen dicht bij elkaar, wordt dan gezegd. Dus je kunt soms een beetje flippen van de ene kant naar de andere kant. Niettemin denk ik dat het dat er wel nodig blijft om een verschil te maken tussen de linker en de rechter vleugel van extremisme. Beide vleugels zijn tegen de regering en tegen de rechtsorde uit naam van het volk. Zij pretenderen voor het volk als zodanig te staan. Maar aan linkerzijde wordt het volk opgevat als een sociale laag, het internationale proletariaat, klassenstrijd. En aan rechterzijde wordt het volk opgevat als een etniciteit, een taaltraditie, een cultuurtraditie, het blanke ras, het christelijke traditie, dat soort dingen. Dat zijn twee verschillende manieren om het begrip volk in te vullen. En wij gaan het dus specifiek over die etnoradicalen hebben, die uit naam van een etniciteit hun tactieken bedrijven. Daar zit dan ook nog iets bij. Die tactieken die zijn niet alleen op het oude links-rechts spectrum verdeeld. We hebben tegenwoordig ook een extreem jihadisme. Dat valt buiten dat links-rechts spectrum, maar gebruikt dezelfde soorten technieken, dezelfde verschijningsvormen. En ook daar maakt de AIVD zich zorgen over als het gaat om ISIS-strijders en dat soort dingen. Niettemin wil ik het ook daar niet over gaan hebben. Ik ben gewoon een beetje aan trimmen aan de rafelrandjes van ons ding om naar dat specifieke rechtsextremisme toe te gaan. Dat ik beter wil begrijpen of althans in kaart wil brengen. Dat soort tactieken is wel, wat ze allemaal delen is dat ze hun geen achting hebben voor de grondwettelijk vastgelegde mensenrechten. ISIS pleegt moorden en de gelijkheid van burgers wordt in het extreem rechts als onbelangrijk ervaren. Daar gaat het uitsluiten om het behoren tot een raciale groep en niet om burgerschap. En men heeft het rechtsextremisme wel gekarakteriseerd als elitair, autoritair en intolerant. Dat soort gewelddadige mensen is ook niet alleen politiek. Je hebt ook apolitieke vormen van gewelddadigheid. En het recht in eigen hand nemen, zelfrichting, knokploegen oprichten. Dat kan van voetbalhooligans gaan. En
tot Hells Angels. En dan zeg je, ja, dat zijn gewoon jonge mannen die te veel hormonen hebben en te weinig zinvolle invulling voor hun tijd. En dat houdt wel op, dat heeft de hoofdcommissaris van politie in Amsterdam ooit gezegd, met de drie W's, als ze woning, werk en wijf krijgen, dan zijn ze die wilde haren kwijt. En het is eigenlijk gewoon eerder een demografisch probleem dan een politiek probleem. Niettemin zie je dat Hells Angels en bikers in Rusland tot het fel nationalistische eind van het spectrum behoren. Het zijn echt een beetje de knokploegen van Poetin, met name in de oostelijke Oekraïne en zo. En dat ook Russische voetbalsupporters heel erg sterk gepolitiseerd zijn, als je de rellen zag tijdens de wereldkampioenschappen. Dus het kan wel gepolitiseerd worden. En we hebben dus ook bijvoorbeeld gewelddadige verstoorders van die inspraaksessie in Steenberg over het asielzoekerscentrum, toen Feyenoord supporters uit Rotterdam burgers wegschreeuwden met het lied "Daar moet een piemel in", omdat ze het idee van een asielzoekerscentrum niet zo erg vond. Dus het kan wel politiek doorslaan. Nu wil ik het gaan hebben naar het niet over wie die groepen zijn, maar nadat ik dus een beetje de randverschijnselen heb weggeknipt... wil ik een paar gedachten wijden specifiek aan het repertoire waarmee ze zich manifesteren. Wat voor een denkbeelden, wat voor een identiteitslogos, wat voor een brand, wat dragen ze uit? Hoe maken ze zichzelf kenbaar? Hoe identificeren zij zichzelf? Dat gebeurt dat heel vaak bij die harde rechtsextremisten met nazi-toespelingen. Dat kunnen Germaanse namen zijn. Erkenbrand is daar een Nederlandse vorm van. Westland, Voorpost, het idee van dat het gebieden bestaan uit de Gouwen, de Dietse Gouwen, gebruik van Noorse goden zoals Wodan, de Odalsrune die door bepaalde rechtsextremistische Vlamingen werd gebruikt als herkenningsteken, website van Stormfront, daar zit een beetje dat Germaanse taalgebruik van het Derde Rijk in, net als de kleuren en de runes, en daar wordt bewust mee gecoquetteerd, namaak, swastika's, Keltische kruisen en het Deutscher Volksfront, nou, het had ontworpen kunnen zijn, deze website, door Albert Speer. Ook in de denkbeelden zie je heel vaak dat zaken overgenomen worden die uit de fascistische ideologieën van het midden van de 20e eeuw stammen. Met name de eugenetica, de gedachte dat er een sociale oorlog plaatsvindt die eigenlijk een oorlog is tussen rassen. Dat is een typisch fascistische wereldbeeld. En dat wordt bewust overgenomen uit de generatie van de jaren 30 en 40... De link tussen ras en intelligentiequotient. Nou, het IQ bestond nog niet in het midden van de eeuw, maar de raciale connotaties van intelligentie en van superioriteit en inferioriteit, het sociaal darwinisme en de demonstratiemanieren zoals vlaggen en fakkels. Om die reden worden dit soort uitingen ook heel nauwlettend in de gaten gehouden, met name in Duitsland, waar de Verfassungsschutz, dat is een beetje de Duitse AIVD, die speciaal de taak heeft om de grondwettelijkheid van Duitsland te bewaken. Die houdt heel erg bij wat voor logo's er worden gebruikt. Wat voor besmuikte toespelingen er worden gedaan naar het oude nazi-gedachtegoed. En ze hebben in het wetboek van strafrecht een heel specifieke regel waarmee dat ook verboden wordt verklaard, als zijnde ongrondwettelijk. Ik neem dat even met u door, want ik vind het eigenlijk een boeiende exercitie, ook als we daar in dit land over nadenken. Het Duitse wetboek van strafrecht stelt: strafbaar zijn personen die propagandamiddelen verbreiden van partijen, organisaties of verenigingen die bij gerechtelijk vonnis verfassungswidrig zijn verklaard, dus tegen de constitutionele orde, of die het oogmerk hebben doelstellingen van voormalige nationaal-socialistische organisaties voortzetten en die inhoudelijk gekeerd zijn tegen de democratische vrijheid of de vreedzame verhouding tussen de volken. In het originele Duits, vrijheidliche democratische grondordnung en völkerverständigung. Wij hadden in de Nederlandse wet ook zoiets als de openbare orde, maar dat gaat over dronken feestvierders na sluitingstijd van cafés. Dat is veel minder politiek. De Duitse invulling van een vrijheidliche democratische grondordnung wordt gespecifieerd door een vonnis van het Bundesverfassungsgericht als zijnde een rechtsstaat, dus geen geweldstaat en geen willekeurige regering, met mensenrechten zoals verankerd in de grondwet, volkssoevereiniteit, machtenscheiding, regeringsverantwoordelijkheid, rechtmatigheid van openbaar bestuur en een onafhankelijke rechtspraak. Ik vind dat eigenlijk een heel slimme doordenken van die presupposities van wat is nu eigenlijk een grondwettelijke rechtsorde. En je zult hiermee ook een soort
hulpmiddel hebben om veel extreemrechtse groeperingen te kunnen onderkennen als zijnde in strijd met een van deze principes. Ik ga daar niet over uitweiden. De toepassing op de actuele politiek hier te landen, die laat ik aan u over. Maar de Nederlandse wet is veel vager. Je kunt zeggen, ja, wij hadden niet zo nodig. Wij hebben geen Derde Rijk gehad. Dus wij hoeven ons niet zo bezorgd te maken over een ondergang van de rechtsorde. Maar niet, ik vind een beetje... De Nederlandse wet heeft het over deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. En dan heb je toch vaak over drug- en wapenhandel bij de Hells Angels. En bovendien openbaar aanzetten, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot haat of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras. En dan wordt het allemaal in de wet zelf opgesomd. En ik denk dat het ook een unieke wet is die strafbaar stelt dat mensen gediscrimineerd worden wegens hun heteroseksualiteit. Dat wordt ook, dus er wordt nogal wat omheen geborduurd in deze definitie. En... De lid E van paragraaf 137 verbiedt dan ook het verspreiden van beledigend materiaal voor diezelfde groepen van mensen. Het gaat dus om mensen eerder dan om de rechtsorde. De Nederlandse wet wil de mensen vrijwaren van beledigende of haatdragende openbare uitingen. Terwijl de Duitse staat zegt, ja, de mensen, dat is wel belangrijk, maar wij zijn voornamelijk begaan met het fatsoen van de staat. En die minder privégerichte en meer publiekgerichte verboden op rechtsextremisme, die zie je meer in het buitenland dan in Nederland. Er zijn nog wat dingen die ik had kunnen citeren uit het Verdrag van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. En die zijn allemaal meer op de Duitse lijn dan op de Nederlandse lijn. Maar omdat Nederland die internationale verdragen volgt, doen we daar ook aan mee. Goed, dat is dus waar de wetgever van zegt, dit is duidelijk rechtsextremisme en je moet je afvragen of dit nog in een democratisch land moet mogen. Als je tegen dat soort grondwaardes indruist. Hoe gebeurt dat dan? Hoe manifesteert hedendaags extreemrecht zich? En ik wil een voorbeeld nemen en dat is de website Red Eyes. Zij zijn een streaming service en zij kwamen... Ik kreeg ze in de gaten toen ik hoorde dat een bijeenkomst van Erkenbrand werd gelivestreamd door uitgetekend deze website. Het is een Zweedse website met streaming servers ook in Amerika. En banden met de Amerikaanse alt-right en white supremacy-achtige websites. En als je nou ziet hoe dragen zij hun gedachten goed uit, heb ik een aantal voorbeelden genomen. Het repertoire van Red Eyes is bijvoorbeeld vlogs en clips en podcasts over het blanke ras dat wordt aangevallen en dat die aanval wordt gemaskeerd door politiek correct multiculturalisme. Dus je ziet allemaal explosiewolken, white genocide, chemische zaken en bebloede jodensterren met Karl Marx erin. Dus je ziet al een beetje hoe de beeldentaal daar werkt. Tweede voorbeeld, wij moeten terug in plaats van naar de joods-christelijke traditie die ons vreemd is, naar de eigen Europese roots en dat betekent in de praktijk een soort Germaans heidendom. Asatru, het geloof in Wodan, Odin, dat hoort meer bij ons en dat is onze echte identiteit en daardoor staan we sterker. Het blanke ras heeft helemaal niks om zich over te schamen. We zijn gewoon beter, we staan hoger en onze inzichten van Socrates tot vandaag de dag zijn een teken dat we superieur mogen zijn. En de bedreiging, dat zijn weer een aantal van die Joodse intellectuelen rechts op de achtergrond, zoals Karl Marx, waar we ons vooral niet te zeer aan moeten storen als Europeanen. Merk op hoe hier een ras, wit, gelijkgeschakeld wordt met een continent Europa. En het Derde Rijk, om maar eventjes de elephant in the room te noemen, is het slachtoffer geworden van een volstrekt vertekenende geschiedschrijving. Er is ook heel veel ergs gebeurd waarvan de Duitsers het slachtoffer waren. En mensen kijken door een Joodse verrekijker naar de Duitse geschiedenis. Maar die haatpropagandacampagne die moet gecorrigeerd worden. Dat geldt ook voor de Holocaust. Dat was allemaal niet zoals die Joods-Amerikaans gedomineerde propaganda het afschildert. Maar wee degene die probeert een beetje kritisch na te denken over de Holocaust. Die krijgt de wind van voren, die krijgt de mond gesnoerd en die krijgt te maken met opnieuw haatcampagnes en laster. Dit zijn tamelijk willekeurige videocasts uit de website Red Eyes. En ze brengen goed het palet van het soort retoriek en het soort verhalen in kaart waar deze website in grossiert.
De grote man van Red Ice is deze Hendrik Palmgren. Hij heeft ook een soort heidens-Germaans tekentje om de hals. De hamer van Donar of zo. En hij is most concerned with European heritage and culture and counteracting the globalists seeking to destroy it. Dus opnieuw die gedachte, wij zijn Europees en er is een wereldwijde samenzwering tegen ons aan de gang. Er is een oorlog aan de gang en wij zijn het bolwerk dat Europa, het superieure Europa, moet verdedigen tegen de vijanden van buiten en van binnen. Dat geldt ook voor meneer Patrick Casey. Die heeft, als u het kunt lezen, in zijn academische loopbaan gemerkt hoe Marxisten de hele boel verziekten. En heeft toen besloten om zijn eigen blanke ras en zijn eigen volk te gaan verdedigen tegen die pseudo-intellectuelen die eigenlijk allemaal het spelletje van de Joden en van de derde wereld meespelen. Nou, als je kijkt naar het soort termen dat in dit soort defensieve taalgebruik van wij moeten ons verdedigen tegen die samenzwering van de rest van de wereld. Dan zie je een alternative to the mainstream. De mainstream zit fout, wij moeten dat corrigeren. Wij zijn pro-European, opnieuw Europees en eerder dan raciaal. Maar dat is eigenlijk een besmuikte toespeling op wij zijn in de oorlog het blanke ras dat zich tegen de inferieure rassen moet verdedigen. En het gaat hier opnieuw om European survival. Dat is opnieuw een volstrekt fascistisch gedachtegoed. Dat is precies zoals Hitler de Tweede Wereldoorlog interpreteerde als een rassenoorlog van het blanke Europese Arische ras tegen de Joods-Bolshevistische samenzwering. Dus een volstrekt raciaal kader om de politiek in te begrijpen. Tweede typische voorbeeld van de retoriek waarmee deze groeperingen zichzelf presenteren. Wij worden gecensureerd. Wij mogen niet zeggen wat we willen. Er zou toch vrijheid van meningsuiting mogen zijn? Waarom worden wij dan altijd afgerekend op het feit dat we de waarheid willen vertellen? Dat zien we in deze man Millennium Woes, iemand die ook op een Erkenbrand bijeenkomst heeft gesproken, voor zover ik meen. De censorship question. Deze blog, criticizing those behind globalization, is now off limits. Je mag niet meer tegen de globalisering zijn. Dat wordt verboden door het politiek correcte mediadictatuur. Amazon bookburning dissident pick-up artist banned. Pick-up artists, dat zijn van die echte mannen die nog tips geven hoe je vrouwen aan de lopende band kunt versieren. En een boek van een van zo'n pick-up artists werd verboden door Amazon. Nou, meteen worden de vergelijkingen met boekverbrandingen en censuur van stal gehaald. Ook de Daily Stormer, ook zo'n extreemrechtse website, noemt zichzelf the most censored publication in history. En zegt dan ook met bijna, ja, toch wel geestig cynisme, shekels please goyim. Dus ook een beetje tegen de zere benen schoppen van etnische gevoeligheden. En opnieuw, als ze neofascisme of neonazi-achtige dingen bedrijven, dan gaat het om controversiële dingen waar zij onbevreesd met de onbevangenheid van het vrije woord over durven spreken. Bijvoorbeeld, one of the most controversial topics that we've ever covered has been Adolf Hitler. It got us banned from Apple's iTunes. Later Radio 314 was also censored. En met andere woorden, de censuur komt dat is iets waar wij last van hebben. Er is censuur, er is een oorlog tegen ons. Het is allemaal defensief. Dit laatste argument, ik heb tot nu toe alleen maar clean verteld wat ze doen, zonder telkens oh foei en wat is dit allemaal fout te roepen. Maar het laatste argument was eigenlijk al in 1962 door Adorno onderkend als een volstrekte drogreden. En ik moest eraan denken toen ik dit allemaal doorlas. Adorno hield een radiotoespraak over het antisemitisme in 1862, want dit is niet allemaal nieuw. En hij, dit lees ik even in het Duits voor, want dat is prachtige geharnast proza en u kunt het wel volgen. Een bijzonders hinterzinniges argument is, man darf ja gegen Juden heute nicht sagen. Dat mag je niet meer zeggen vandaag de dag. Es wird sozusagen gerade aus dem öffentlichen Tabu über den Antisemitismus ein Argument für den Antisemitismus gemacht. Wenn man nichts gegen die Juden sagen darf, dann, so läuft die assoziative Logik weiter, dann sei an dem, was man gegen sie sagen könnte, schon etwas dran. Als je het niet mag zeggen, is het misschien omdat er wel iets waars in zit. Dat is een beetje de suggestie die wordt gewekt. Wirksam ist hier ein Projektionsmechanismus, dass die, welche die Verfolger waren und das potentieel heute noch sind, sich aufspielen, als wären sie die Verfolgten. Ik denk dat dat een inzicht is dat vandaag de dag onverkort geldt. Extreem rechts presenteert zich als belaagd, als vervolgd, als slachtoffers, als verdedigers.
En dat is een projectie, want ze zijn eigenlijk zeer agressief en offensief. Oké, laatste paar minuutjes. Waar komt dit vandaan en hoe kunnen we het als stromingen in kaart brengen? We zien eigenlijk twee manieren hoe het fascisme van het midden van de 20e eeuw zich naar vandaag de dag toe heeft voortgeplant. En fascisme gebruik ik maar even als een stenografische afkorting van alle extreemrechtse totalitaire dictaturen, inclusief het nationaalsocialisme. Om te beginnen is er een lijnrechte voortzetting. Er zijn gewoon mensen die dit hebben voortgezet in de jaren 50, 60, 70, oude SS'ers, Weduwe Ros van Toningen, noem maar op. Dat is een heel dun lijntje en die mensen zijn steeds ouder geworden. En daarnaast zie je een soort dialectisch zwaaien van de slingerbeweging. Er was een zeer sterk, inderdaad, taboe op fascisme in de jaren 50 en 60. En tegenwoordig zie je dat mensen dat taboe willen doorbreken en zeggen het moet mogelijk zijn om niet voortdurend zo negatief te zijn over de extreemrechtsen van de oorlog. Dus ze zijn tegen het taboe op het fascisme en op die manier kan het fascisme door de achterdeur weer binnenkomen terwijl het dan de voordeur wordt afgewimpeld. Hoe manifesteerde zich dat? We zagen in de jaren 50, op twee manieren, dit is er eentje. In de jaren 50, 60 zagen we met name in een klimaat van koude oorlog, anticommunisme, decolonisatie, met name in Frankrijk, waar Algerië op de tocht stond, in Nederland, waar Nederlands-Indië op de tocht stond, de trauma's van het verlies van koloniale heerschappij, zag je een boel kleinburgerlijke ontevredenen. En dat uitte zich vaak in, wat ik dan maar even noem, autoritair traditionalisme. Belangrijk daarbij waren de Poujadisten in Frankrijk. Dat is belangrijk omdat daar Jean-Marie Le Pen begonnen is met zijn politieke carrière. Wij hadden in Nederland de Boerenpartij en het Oud-Strijderslegioen. Dat waren gewoon rechtse protestpartijen. En in Vlaanderen was er de Volksunie. Nou, dan kun je zeggen, sommige van die mensen kwamen gewoon uit burgerlijke, christelijke, conservatieve geledingen. In andere gevallen zie je wel degelijk een generationele doorloop van het fascisme naar de nieuwe partijen. Bijvoorbeeld de Vlaamse Volksunie was eigenlijk een partij van mensen die vervolgd waren wegens collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Dus er zat nog wat bruin gedachtegoed in sommige van die partijen, maar niet in allemaal. Een beetje een complex verhaal. En na de val van het communisme is dat tot, wat ik maar even, laag opgeleid populistisch rechts wil bestempelen. We hebben een hoog opgeleid populistisch rechts en een laag opgeleid populistisch rechts. De Centrumpartij, het Front National van Jean-Marie Le Pen, Rita Verdonk's Trots op Nederland, vervolgens PVV en in België het Vlaams Blok, waren eigenlijk voortzettingen van die autoritair traditionalistische protestpartijen van de jaren 50 en 60. En zoals gezegd, daar zat een zekere mate van fascistische vervuiling in, maar dat was niet het hele verhaal. Er zat ook veel onvrede over het verlies van de koloniale gebieden in. Denk bijvoorbeeld ook aan Enoch Powell in Groot-Brittannië. Dus wel racistisch, maar niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks aan Hitler en het rassendenken van de jaren 30 ontleend. Dat ligt anders bij wat ik nou maar even het elitair rechts noem van de nouvelle droite. Daar is iets anders aan de gang. Daar zie je dat bepaalde postfascistische mensen, en belangrijk daarin was bijvoorbeeld Armin Möhler, die hadden meegedaan met het Derde Rijk, die begonnen in de jaren 50 en 60 aan een voorzichtige rehabilitatie, aan een sanering van de meelopers met de fascistische regimes. Intellectuelen die gemene zaak hadden gemaakt met de dictaturen van Duitsland en Italië, zonder zelf echt in uniformen in de concentratiekampen rond te lopen, maar als juristen, als schrijvers, als publieksintellectuelen. En dat zijn namen als Carl Schmitt, Ernst Jünger, Julius Evola, de Italiaan, Maurice Barrès en Dreux La Rochelle in Frankrijk. Dat waren mannen die hoog opgeleid waren, maar ook fascistisch. En dan wordt een beetje gezegd van ja goed, ze waren er wel fascistisch, maar ze waren toch wel heel verstandige mannen en het waren toch wel deftige kerels. En dan vindt er een soort sanering plaats waarbij die fascistische meelopers een nieuw label krijgen, dat heet dan opeens de conservatieve revolution. Dat is een belangrijk begrip, de conservatieve revolutie, die in de jaren 20 en 30 heeft geen enkele publieksintellectueel zich ooit als onderdeel van een conservatieve revolution betiteld. Dat is een term die naderhand verzonnen is om deze generatie te saneren en te vergoelijken. En daar komt vandaan Alain de Benoist, dit is mijn slot,
Met zijn nieuwrechts van de jaren 70 en 80. En je krijgt daaruit het hoogopgeleide rechtse denken. En zij doen aan iets dat ik als term nog wil meegeven, zij doen aan metapolitiek. Dit zijn geen straatvechters. Dit is de politiek van de intellectuele bespiegeling. Dit is waarom Erkenbrand zichzelf een studiegenootschap noemde. Ze proberen de publieke opinie te beïnvloeden, ze proberen het denken te beïnvloeden. Ze gaan niet de straat op, het gaat niet om macht, het gaat om invloed. Ze hebben dat aan Gramsci ontleend en ze noemen dat metapolitiek en de génération identitaire en Forum voor Democratie zitten een beetje in die hoek. Dit zijn mijn bevindingen. Ik heb al veel te lang gesproken. Er is eigenlijk weinig echt georganiseerd gewelddadig rechtsextremisme in Nederland. In het aanpalende buitenland is er meer, maar in het aanpalende buitenland zijn ze dus ook waakzamer dan wij. Wij zijn eigenlijk niet zo spits erop als in Duitsland. Er zijn wel groeperingen die het recht op geweld opeisen en die bijvoorbeeld dingen ontkennen of bestrijden die de Duitse verfassingsschutz onderdeel van de democratische rechtsorde zou beschouwen, zoals de gelijkheid van de burgers. En we moeten beseffen dat het Nederlandse rechtsextremisme onderdeel is van communicerende vaten. Het neemt deel in internationale netwerken via Red Eyes en het is ook op een hellend vlak van zeg maar echte actievoerders naar de metapolitici van de studeerkamer. Dat was alles. Dank. Dit is ook het moment natuurlijk voor mij om de rest van de tafels even keurig aan u voor te stellen. Het vers van mij vandaan zit de heer Mabarki, fractievoorzitter PvdA. Hier in Amsterdam, gemeenteraadslid dus. In het vorige leven economie, docent op het Calvijn College. En naast zijn drukke werkzaamheden als fractievoorzitter, geeft zij ook training. En dat heeft alles te maken met islamgelinkte radicalisering. Dan heb ik jou bij die gehad. We gaan het laatste stuk van deze avond gaan we vooral naar jou luisteren met de grote vraag: wat doet Amsterdam en doen we dat voldoende goed? Wat is er nog nodig? Dichterbij mij zit Nicky Sterkenburg, tot voor kort werkzaam voor Elsevier, inmiddels collega ZZP'er. Welkom in het ZZP-bestaan. Maar dat is het minst belangrijk, want het allerbelangrijkste is om even te melden is journalist, maar ook eigenlijk onderzoeker, onderzoeksjournalist om het simpel te zeggen. En op dit moment bezig met een proefschrift en dat gaat eigenlijk over radicalisering extreem rechts. Ik wil jou eigenlijk de vraag stellen zo direct om eens even ons een update te geven waar je onderzoek staat. Maar eerst voordat we daar aankomen wil ik eerst even het verhaal van de heer Leersen. Heb je meteen al een vraag of een opmerking? Ik had er wel een paar, maar ja. Even, heeft er niet helemaal op ingegaan, maar wil ik toch even weten, ook als vertrekpunt van zo'n avond als deze. Er gaan heel veel begrippen, ultra-rechts, extreem-rechts, radicaal-rechts. Is het zinvol om daar nog een definitie van die cretologie aan te gaan, of zegt u, het loopt allemaal elkaar over? Nou, ik denk dat het nuttig zou zijn. Het loopt allemaal in elkaar over. Het taalgebruik van de betrokkenen zelf is ook allesbehalve strikt. Ze betitelen zichzelf nu een zus dan weer zo. En ook in het politieke debat wordt er eigenlijk met termen gesmeten die soms scheldwoorden zijn. Ik denk dat het nuttig is voor het goede begrip om een scheiding te maken tussen behoudend rechts en dan dat soort rechts dat bepaalde zeg maar, constitutionele vrijheden op de helling wil zetten. Bijvoorbeeld mensenrechten of het deelnemen van Nederland aan de internationale rechtsorde. En het soort mensen dat dat met gewelddadige middelen wil doen. Die laatste twee groepen hebben wel onderling een good cop, bad cop verhouding. Maar je ziet ook dat door middel van tweets en elkaar bezoeken en dat soort dingen, daar allerhande vervlechtingen zijn. Maar voor het goede begrip denk ik dat je gradaties kunt maken. Iets anders is, ik ga het extreem opportunistisch ga ik het even aanvliegen, maar toch. Ik probeer me even te bedenken dat je dus dit soort ideeën en ook allerlei zorgen over de maatschappij hebt. Hè? Laten we dat wel wezen. Dit zijn mensen die ook zorgen hebben over bepaalde zaken. Dat hele element van het antisemitisme. Je zou heel pragmatisch kunnen denken, jongens, als dit onze doelen zijn en we maken ons hier zorgen over, dat gaat ook niet goed. Dat glazen met het antisemitisme, dat gaat onze boodschap wel een beetje in de problemen brengen. Dus waarom elke keer het antisemitisme meenemen op bagagerekje? Dat vertroebelt eerder in de boodschap dan dat het vaart in de volkeren brengt. Je bedoelt bij de extreemrechtse zelf? Ja, we hebben hetzelfde onderwerp nog steeds. Ja. Nee, want je zou hetzelfde ook kunnen zeggen van de mensen die anti-extreemrechts zijn. En die dan ook te maken krijgen met, moet het nou specifiek altijd om de positie van de Joden gaan? Want de islam of, laten we zeggen, niet-witte mensen van buiten Europa staan ook in de vuurlinie wat dat betreft. Het is opmerkelijk. In veel gevallen weten ze niet wie hun vijanden zijn. Daarom dat ik ook niet over hun vijandbeelden wilde spreken, maar over wat ze zelf deden en zeiden. De Joden zijn soms worden haatobjecten en dan is het gewoon een doordenderen van een oud
discours dat ze niet willen opgeven, dat gewoon een traditie is. Het is ook een beetje tegen de politieke correcte... Dat is in Duitsland ook al een traditie. En tegen het politiek correcte aan willen schoppen, want dat wordt ook gedaan op allerhande kinderachtige manieren, zoals tegen inentingen zijn of tegen vrouwenemancipatie. En gewoon overal, een beetje geen stijlachtig, de beuk erin met het gestrekte been tegen de heersende opinie in. Dus ook over de Joden. Van de andere kant, Geert Wilders zit helemaal op de Likud-lijn en is wel pro-Israëlisch. Net zoals Brussel soms het, of Europa soms het blanke continent is dat verdedigd moet worden tegen de aanstormende hordes. En soms de hoge heren in Brussel die de Nederlanders de zakken vullen. Dus of het nou vijanden of vrienden zijn, weten ze nooit. Volgende punt wat ik graag even ter tafel brengen is als je nou, wat is nou de grootste gemene delen voor mensen die in deze hoeken belanden? Zijn dat mensen die wij spreken eerst klassiek rechts waren en opgeschoven zijn? Of zijn het vooral mensen die eigenlijk zich niet bemoeid hebben met de politiek en in één keer vanuit een soort boosheid zich in één keer op die plek positioneren? Ja, dat is heel heterogeen. Ik denk dat de boosheid in elk geval gemeenschappelijk is. Het is een politiek van de boosheid. En die boosheid richt zich over het algemeen op het midden. Dat vind ik opmerkelijk. Ja. Dus in feite is een website als Red Eyes nog bozer op politiek correcte leesclubjes van vrouwen van de middenstand dan dat ze op communisten zijn, bij wijze van spreken. Ja, maar als je zegt klassiek rechts, hè, als je het helemaal afpelt, dan zeg je een kleine overheid, lage belastingen, streng op law en order en dat... Ik bedoel, alle elementen die u in uw betoog heeft verhandeld, die zegt, wat heeft dat eigenlijk per definitie te maken met de klassieke rechtse elementen? Ja. Nee, dat klopt, maar het is ook geen ideologie. En dat moeten we begrijpen. Het is geen politieke doctrine. De sociaaldemocratie, of de christendemocratie, of het liberalisme, of het conservatisme, dat zijn politieke programma's. Zo zou ik willen dat de samenleving in elkaar zit. Een dergelijke visie op de samenleving hebben populisten of extreemrechtsen niet. Zij weten alleen waar ze op tegen zijn en ze zitten heel vaak mee te liften met de grote doctrines. Dus je hebt een soort nationalistisch of extreemrechts aangehoogde christendemocraten of linksige mensen die opeens heel racistisch gaan denken. En dat heeft dus te maken met de gedachte van een soort fobische bedreiging. Wij worden bedreigd en ik zie hier samenzweringstheorieën en er is iets heel erg mis en niemand anders ziet dit. Dus ik wil niet het makkelijk als een pathologie afdoen, maar er zit iets paranoïdes in. Maar is het fascinerend, dat beschrijft u ook. U had het over de hoger opgeleide die op metaniveau dit debat... Ik ben een paar keer bij de bijeenkomsten geweest om eens even gewoon goed te kijken hoe wordt daar gedebatteerd aan de koffiebar en die bijeenkomsten. Het valt mij op dat inderdaad wat u al beschreef, dat daar veel meer hoger opgeleide, dus het klassieke, men zit niet lekker in zijn vel en er worden allerlei angsten nog een keer... Dat zie ik wel, maar het fascinerende vond ik daar ook, is dat er ook een hoger opgeleide element in een soort religieuze dynamiek van het einde der tijden achterbij zat. Ja. Hoe kunt u dat wat voor mij duiden? Dat hoorde ik op heel veel plekken op één zo'n middagje. Ja, het is een Untergang des Abendlandes-achtige stemming. Het avondland, dus dat Pegida is dus ook gaat over de islamisering van het avondland. Men heeft de indruk op een wereldhistorisch kantelmoment te zitten en als we nu niet iets doen, gaan we allemaal onder. Nou ja, je kunt zeggen, sommige eco-warriors hebben dat ook. Een beetje beginnen, maar het is Ark van Noach-achtige elementen. Ja, dat klopt. Nou, er is een beetje crisisdenken. En dat is ook de grote mobilisator, die angst van... ik denk ook dat het te maken heeft met een soort politiek van het jeugdsentiment. We willen terug naar een Nederland van de familie Doorzon, of de familie Doorsnee. Ja. En toen was geluk nog heel gewoon. En toen wisten we nog wie links was en wie rechts en hoe je moest stemmen. Dit geluid wat u nu beschrijft, dat hoorde ik daar ook. Maar ook van 22-jarige jongens die tijd nooit hebben meegemaakt. Dus die hebben een nostalgische hang naar een periode die misschien van een oma gehoord hebben. Het is een mythe. Een historisch besef dat een politieke ideologie voedt, is altijd mythisch. Balkenende had nog de VOC-mentaliteit. Die had leren zingen uit Kun je nog zingen, zing dan mee. En zong over stoere jongens, ferme knapen. Wij dachten aan Michiel de Ruiter, aan de Zeehelden, aan Jan Pieterszoon Koen. En dat was de Nederlandse glorie. Tegenwoordig denken we niet meer zo ver terug, maar heeft die stabiele tijd van de jaren 50 en 60 die projectiefunctie overgenomen van toen was het nog goed. En dat is helemaal uitgehold. Waardoor komt dat? Door al die immigranten. Laatste punt, en ik nogmaals, ik krijg jullie kant op als jullie willen inbreken. Laatste punt wat ik met u wil behandelen is, we hebben natuurlijk in de jaren 80 Hans Jomaat gehad, de centrumdemocraten. Ja. En daar werd natuurlijk een beetje lacher over gedaan. Er werd in journalistiek, Paul Witteman heeft daar een paar keer eerlijk over verteld, als hij begon te praten liepen ze gewoon de zaal uit. Letterlijk kalt gesteld, cordon sanitair. Als mensen dat nu gaan YouTuben, dan zul je zeggen dat was eigenlijk een soft kamerlid geweest als hij nu nog in de kamer had gezeten. Dus er is wat verschoven.
U beschreef ook in die schema's dat eigenlijk in de jaren 80 dat er ook iets kwam. Nou, dat juk van die Tweede Wereldoorlog, we kunnen weer meer wat voor de dingen uitkomen, wat allemaal niet mocht. Ja. De grote vraag is eigenlijk, was deze grote groep in potentie rechtsextreme, was die er al, maar was die eigenlijk de mond gesnoerd? En trekken die nu ongeveer in dezelfde omvang, laten die nu van ze horen? Of is er een bepaalde ontwikkeling geweest, u heeft het in Europa breed bekeken, een ontwikkeling geweest dat die groep echt nu groter geworden is? Ik denk dat laatste stellig het geval is. En wat je ook krijgt is in de publieke meningsvorming, dat het heel veel uitmaakt of je weet dat jouw opinie gedeeld wordt door andere mensen. In de jaren 60, 70, ik was toen ook al politiek erbij en volgde, waren er verschrikkelijk racistische moppen tegen gastarbeiders. En was er nog echt een voordenderend racisme. Maar dat was nog altijd echt taboe. En dat werd alleen in de privésfeer geuit, dat mag je eigenlijk niet zeggen. En dat werd op wc-deuren geschreven. Dat was graffiti. Dat waren mensen die individueel hun eigen onvrede uiten. Met de sociale media heeft dat een rondzing-effect gekregen. En al die wc-deuren zijn nu websites geworden. Dus iedereen die dat dacht, denkt nu, er zijn mensen zoals ik. Wij vormen een groep. En dan krijg je een rondzing-effect. En dan is het misschien niet eens dat het zoveel groter wordt, maar het wordt zelfbewuster. Je weet dat je niet alleen met je onvrede zit, maar dat een maatschappelijke beweging is en het mobiliseert. En dat is ook de reden waarom in de nieuwe politiek die sociale media die onverwachte mobiliserende functie hebben gehad, waarvan iedereen zei, wat? Trump heeft de verkiezingen gewonnen. Wat? De Brexit heeft het referendum gewonnen. Niemand zag het aankomen, maar de mobilisatie was door de niet-klassieke media gaan, niet via de tv, niet via de kranten, maar door die wc-deuren die nu digitaal in de cloud staan. Ik kijk jullie kant even op, Nikki. Wat ik me afvroeg als ik zeg maar, kijk naar de literatuur, u gaat heel erg uit van ideeën en hoe die zich hebben ontwikkeld en ideologie. Maar ik kreeg onlangs een schema onder ogen van Tore Bjørgo, wat toch een beetje god is op het gebied van extreemrechts in Europa. Zeg even wie dat is. Want dat is een Noorse onderzoeker. Ik geloof dat hij ook heeft heel veel. Hij heeft Anders Breivik ook wel eens ontmoet. Hij is gepromoveerd in Leiden ooit, maar hij doet echt al 20 jaar onderzoek naar extreemrechts. Hij heeft ook veel naar de IRA-onderzoek gedaan. Maar goed, dat terzijde. Maar die zegt eigenlijk van er zijn in feite gewoon drie stromingen, namelijk cultuurnationalisme, van onze cultuur is superieur, iedereen moet zich daarnaar voegen en alles wat daar niet bij past, dan is het aanpassen of wegwezen. Hij zegt dan is er nog het etnonationalisme van alle culturen zijn gelijk, maar iedereen wel in zijn eigen landje. We moeten niet gaan mengen. En dan heb je nog het raciaal revolutionair nationalisme met het blanke ras is superieur en is bedoeld om te overheersen op deze wereld. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, daar zit iets in. Daarnaast heb je natuurlijk, afgezien van deze drie gradaties van etnisch nationalisme, heb je ook nog civil nationalism, zoals je in Canada ziet of zo, dat je het burgerschap van de staat ziet als je nationale trots. Maar in deze gevallen is inderdaad het boeiende aan die analyse, dat uitgerekend die derde echt harde raciale variant, die is het best in staat om transnationaal te denken. En dan zie je dat is ook dat heel veel echt hardrechts tot extreemrechtse mensen eerst alleen bezig waren met wat in hun eigen land gebeurt. Maar zodra Farage zijn Brexit heeft bereikt, gaat hij Martine Le Pen steunen in Frankrijk. Dan gaan ze opeens internationaal samenwerken en dan zien we op een discours terugkomen van het blanke Europa. Dan is het dus niet meer het eigen land en hoe moet het met Henk en Ingrid, maar hoe moeten wij dit werelddeel verdedigen? En de enige voorbeelden voor zeg maar, de retoriek van dat verhaal, dat waren de nazi's. Die hebben over het blanke Europa gedacht. Er was in de jaren 60, 70 een Frans tijdschrift. Dat heette Nation Europe. Dat ging over de vreselijke wandaden die door Afrikanen werden begaan aan blanke Franse meisjes in Algerije. Dus dat was nog in die richting, maar postkoloniaal, zo je wil. En die traditie die is dus het meest verbindend tussen al die websites die in Zweden, in Amerika en Frankrijk staan. En die krijgt dus ook het meest de wind in de zeilen van de digitale media. Maar voor de rest ben ik het ermee eens. Maar er zijn dus ook redenen waarom die meest harde raciale vorm het meest transnationaal en het meest digitaal kan werken. Ik heb een vraag. Het werd net gezegd inderdaad dat ze niet zelf een idee hebben. Het is geen ideologie. Maar ik herken natuurlijk wel beelden van een utopisch wereldbeeld dat men natuurlijk wel heeft. En zij zijn natuurlijk ook de uitverkoren groep die dat voor elkaar gaat krijgen. Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre dat
En dan ook nog eens het component dat je op enig moment bereid bent om geweld te gebruiken om dat wereldbeeld wat je hebt ook voor elkaar te gaan krijgen. Ik ben wel benieuwd, is dat er niet een ideologie die ze wel met elkaar delen? Dus het is naast dat ze tegen dingen zijn, hebben ze ook een beeld van hoe de wereld er in zijn op zijn allermooist uit zou moeten zien. Ja, gek genoeg zie ik weinig utopisme. Oh, ik wel. Jij wel? Ja, dan moet je me bijpraten. Als je met ze praat en je vraagt, oké, stel je bent morgen de baas van Nederland, wat zou je dan willen doen? Nou, komt er wel een beeld uit, hoor. Oké, dat heb ik nooit. Wat ik op de website zie en wat ik in het discours zie, is dus alleen maar rampenbestrijding. Ze zijn alleen maar negatief. Ze hebben geen positief beeld hoe ze de samenleving gestalte vorm zouden willen geven, hoe ze de welvaart zouden willen verdelen, wat ze met het bruto nationaal product zouden willen doen. Praktische zaken over hoe je een land runt, heb ik ze zelden horen uiten. Een ideologie is het zeker, als je als ideologie begrijpt een wereldbeeld dat je tot grondslag van je politieke handelen maakt. Maar het is geen politieke doctrine waarmee je echt kunt proberen te regelen. Nee, maar ik zeg dit ook natuurlijk in het licht van... in de oppositie. Nee, maar we zijn ook in het licht van natuurlijk ook, als we kijken bijvoorbeeld naar islamitisch geïnspireerd extremisme, waarbij men natuurlijk ook een utopisch wereldbeeld had van het kalifaat. Men heeft toen ook niet nagedacht over hoe je zo'n land dan gaat runnen, hoe je belastingen gaat innen. Dus, maar het idee was er wel. Dus het concept van een utopisch beeld is er wel. En ik zie dat namelijk ook bij rechtsextremisten. Zie ik dat utopisch beeld van hoe het eruit zou moeten zien en wat we zouden moeten doen, zie je wel, ook in combinatie met het feit dat ze dus zeggen, en wij zijn degene die het gaan doen. Het is bijna een uitverkoren groep en het wordt vaak ook gelinkt aan etnisch. Dat zijn bijna de witte mannen. Vrouwen die hebben ook een rol daarin, waarvan ze denken die is anders dan de mannen. In combinatie met het geweldaspect. En dat lijkt mij wel iets van een ideologie in zich te hebben, dan dat ze alleen maar tegen dingen zijn. Er is wel een tenminste, maar de vraag is dus, u herkent het niet helemaal, maar het is wel beelden die ik in ieder geval heb en die ik ook zie. Ja, nou ja, ik denk dat het een beetje in de semantiek van de begrippen ideologie en politieke doctrine ligt. Wat mij is opgevallen is hoe sterk defensief, verdedigend en aanklagend de hele retoriek is. Mag ik er nog één ding op zeggen? Dat wat in mijn onderzoek met name terugkomt, als je het hebt over nationaal socialisme, is heel erg op eenheid, uniformiteit, dit is onze ideologie, dit gaan we doen, hier zijn we allemaal voor en ook jij. Terwijl als je dat gewoon legt naast de alt-right, het is heel defensief. Maar als het komt op ideologie, dan zitten daar ook gewoon grote verschillen in. Er zitten echt hardcore mensen in die geloven in het kapitalisme van survival of the fittest. En kapitalisme hoort er ook bij tot mensen die weer meer richting het nationaal socialisme zitten. Van de staat moet wat sterker zijn en ook voor de zwakkeren zorgen. Dus volgens mij is het defensieve is niet zozeer dat er geen ideologie is, maar dat meer is wat ze bindt dan hoe de wereld er daarna uit zou moeten. Ik denk dat we hetzelfde zeggen. Het feit dat sommigen neoliberaal zijn, anderen anticapitalistisch, anderen corporatistisch, geeft al aan dat het een allegaartje is als het gaat om echte ideeën over hoe je de samenleving vormgeeft. Hoe goed is het georganiseerd? En dat wil ik om twee vragen weten. Ik weet bijvoorbeeld van veel mensen aan de linkerkant van het spectrum zitten die bijvoorbeeld internationaal zich buitengewoon professioneel georganiseerd hebben. U geeft al even een soort vrij gefragmenteerd beeld, tot slot geeft u aan. In hoeverre is deze, ik wil eigenlijk weten, hoe groot is de groep eigenlijk? En hoe goed zijn ze georganiseerd? Ja, nou ja, ik denk dat Nicky daar veel, veel meer vanaf weet. Ja, we gaan er zo direct de vloer geven. Mijn gewaarwording is dat, laten we zeggen, de klassieke organisatievormen van verenigingen, structuren, dat werkt niet zo goed. Het gaat heel vaak om charismatische leiders en mensen die elkaar bij het minst of geringste de tent uitvechten. Maar er is een ongelooflijk goede spontane netwerkvorming van onderling. Ze zijn heel goed in het vormgeven van websites, in het coördineren van publiciteitscampagnes op sociale media. Je zou het een soort swarm intelligence kunnen noemen, dus dat het erg decentraal is, maar dat het heel goed over en weer kijkt. Nu beschrijft u de online wereld. Ik doe het nu geen als een domme televisiekijker. Ja. Dan zie ik af en toe, wij spreken een demonstratie, ik pak bij Pegida, daar staan over het algemeen meer politieagenten dan Pegida-demonstranten. En ik heb ook de indruk dat zullen we nu zien in de komende maanden, dat de klassieke organisatievormen zwakker zijn dan de digitale virtuele. En wat mij zal interesseren is bijvoorbeeld of de kartelvorming van extreemrechtse partijen in de Europese verkiezingen stand gaat houden. Daar zie je het vermogen bijvoorbeeld om echt grote groepen bij elkaar te krijgen. Ze proberen het, Martine Le Pen en Wilders doen in een soort proclamatie in Duitsland. Maar in de praktijk merk je dat het toch ego's zijn die meer negatieve dan positieve dingen met elkaar delen. En dat de klassieke organisatie, dat het de meer metapolitiek is dan echte politiek. Ga ik u hier onderbreken en dan ga ik nu naar jou toe, want ik zoals ik al aankondigde, zou ik heel graag van jou nu horen en neem aan de mensen in de zaal ook. Even gewoon eens een update van het onderzoek, het promotieonderzoek waar je op dit moment druk mee bezig bent. Nou, de eerste versie is af, mensen. Kijk aan.
Nee, ik hoop na de zomer naar de leescommissie te gaan. Ik ben dit onderzoek gaan doen in 2015. De aanleiding was daarvoor eigenlijk bij een demonstratie, antiracisme demonstratie. Een ontmoeting met drie jongens waar nogal heftig op werd gereageerd door bepaalde antifascisten. En ik vroeg wie zijn dat? En zij zeiden dat zijn neonazies. En ik dacht, die hipsters, weet je? Ik bedoel, dat was totaal, strookte niet met het beeld wat ik kende. Dus nou, ik was journalist, ik erachteraan. Zeg, goh, zijn jullie neonazies? Nee, we zijn hier om te winkelen en nu gaan we met jou naar het terras. Zo is het begonnen. En nou ja, goed, toen uiteindelijk wel een lang gesprek met ze gehad. En ik dacht van, ik wilde er meer over weten. En ik kwam erachter dat het laatste onderzoek naar, nou ja, de mensen zelf, eigenlijk 20 jaar geleden is geweest. Er is wel eentje van de Anne Frank Stichting geweest die gericht was op uittreding. Maar alle andere onderzoeken hadden of echt maar 2 of 5 geïnterviewden die erin zaten en verder niet. Dus ik dacht, ik wil dit gewoon eens in kaart gaan brengen. Want ik zag een aantal verschuivingen, namelijk, nou ja, erg. Je hebt nog wel zeg maar, het klassieke neonazi, dat is er wel maar heel klein, maar erg sterk anti-islam ook gericht. Een andere belangrijke verschuiving zag ik echt de totale neergang van jongere groepen. Dat de lonsdelers, we hebben ze niet meer sinds 2010. En daar is eigenlijk ook niks voor in de plaats gekomen. Ik zag het heel erg naar online verschuiven. Maar waar ik met name op aansloeg was 2015. We hadden migrantenstromen. Was dat ze heel erg aan wisten te haken bij buurtprotesten. Dus als er een noodopvang kwam of een AZC dreigde te komen, dan protesteerden buurtbewoners en daar kon dan radicaal en extreem rechts kon daarbij aanhaken. En dat was zo anders, want ik dacht van, nou, we hebben in 1999 de moord op Marianne Vaatstra gehad in Kolm. Dat maakte ontzettend veel los, omdat de dader mogelijk een asielzoeker was. En toen hebben een aantal rechtse groepen best hard geprobeerd om daarbij aan te haken. Maar dat was echt geen doen. Dat zeg je wel als een understatement. Dus ja. Het hele gemeentebestuur bedreigd. Ja, nee, dat was hele toestand. Maar het was niet aangejaagd vanuit groepen. Dat de NVU heeft zich er wel tegen aangeprobeerd te bemoeien, maar dat mocht niet. Dus ik zag ook wat lossere netwerken. Ook niet meer echt van die brede groepen van we gaan een brede beweging bouwen. Dus ik dacht, dit is genoeg aanleiding om dit uit te gaan zoeken. Nou ja, er zijn dus ook een aantal conclusies uitgekomen. Maar een van de conclusies is, als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, is dat sowieso dat het hele label is veranderd. Toen hadden we alleen extreem rechts. Nu heb je radicaal rechts, alt-right, nieuw rechts, nieuw radicaal rechts, ver rechts. Nou ja, je kan het. Er is veel meer onderscheid, ook bijvoorbeeld deels in gemaakt. Politieke partijen zijn het discours gewoon veel dichter genaderd. Maar het belangrijkste conclusie is denk ik, ik bedoel afgezien van, ik kan helemaal praten over wat die mensen beweegt en zo, daar heb ik 60.000 woorden over geschreven. Maar de belangrijkste conclusie is dat als je kijkt met 20 jaar terug, dat het stigma gewoon veel minder groot is. Dat iedereen die 20 jaar geleden in het onderzoek van Annette Linde en Bert Klandermans toen zat in een sociaal isolement. Dus het waren allemaal mensen die in de gemeenteraad zaten voor CP86 en de Centrum Democraten en NNP, geloof ik. En allemaal gewoon baan kwijt, vrienden kwijt, huwelijkscrisis. En als ik nu naar mijn onderzoeksgroep kijk, ik heb 36 mensen ongeveer 3 jaar lang gevolgd. En dan vraag ik, goh, wat vindt jouw familie hier nou van dat je dit doet? Dan hebben ze heus wel eens een keer een zus die het niks vindt, waar ze geen contact meer heeft, of ze zijn een individueel iemand kwijtgeraakt. En misschien toch zelf ook wel eens een keer een baan kwijtgeraakt. Maar 95% van de gevallen is het gewoon, ja, die zijn niet zo radicaal als ik, maar mijn familie stemt wel PVV, dus ze staan er op zich wel achter. Of ja, mijn moeder vraagt zich wel af wat ze fout met me heeft gedaan, maar ja, we hebben nog steeds wel goed contact en we praten gewoon niet over politiek. En er zijn ook best wel veel werkgevers die er gewoon van weten, die hun eigen werknemers ook in de krant bij een demonstratie zien, die daar eigenlijk ook niet meer zo'n probleem mee hebben. Zeker niet als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden. Wat een enorme verschuiving is wat je net beschrijft. Dat is een enorme verschuiving, ja. Als het gaat om wat die mensen drijft, dan is het nog steeds wel hetzelfde. Je hebt de mensen waarbij het echt gaat om gewoon spanning zoeken en lekker provoceren. Je hebt de mensen die hebben vaak al geprobeerd in de gemeenteraad te zoeken naar politieke oplossingen voor iets wat ze niet zinden. Totaal teleurgesteld geraakt in politieke oplossingen. Dachten van, nou, ik ga gewoon bij radicaal en extreem rechts steun zoeken.
Je hebt de mensen die zich extreem in de steek gelaten voelen door de overheid. Je hebt de gezelligheidsmensen die het allemaal als een soort sociaal... Ik heb één jongen in mijn onderzoek, die zit bij Identitair Verzet. Identitair Verzet appte trouwens dat ze pech hadden met de auto, anders waren ze hier geweest. Ah, oké. Okay. Maar... die zegt van, als vrienden van mij bij Voorpost hadden gezeten, had ik dat gedaan. Maar ja, die zitten bij Identitair Verzet, dus ja, dan ga ik ook maar mee het dak van de moskee op. En dan heb je nog, dat valt meer bij alt-right, Erkenbrand, die hoek, de mensen die zichzelf eerst ideologisch helemaal hebben gevormd online. En dan pas eens een keer de deur uitgaan om gelijkgestemden te ontmoeten. En met name dat laatste, dat is echt een nieuwe categorie. En die 36, die je dus een aantal jaar gevolgd hebt. Ik pak even indruk terug van, uit uw verhaal. De drie W's. Wonen, werken, wijf, ja? Geloof ik. Dat de heer Van der Laan dit retologie vaak gebruikt heeft. Speelt dat ook een rol bij deze mensen die jij volgt? Als in dat ze misschien op een jonge leeftijd nog wat zoekende zijn, sociaal onderdak proberen te vinden of verontwaardigd zijn, maar als dat dan die drie wezen in beeld komen, dat het dan ook weer wegvlakt? Nou, ik denk het niet. Ik denk ook dat we dat overschatten, hè? Want dat dachten we bij de jihadis ook. En die zaten ineens met hun hele gezin in Syrië. Ja, en namen iedereen mee. Dus volgens mij heeft de IVD ook wel eens gezegd dat wel meevalt. Maar ja, ik heb wel eens jongens gevraagd van, ja, luister hé, je woont echt in de meest witte wijk van Nederland. Wat kan jou die multiculturele samenleving nou schelen? Je hebt er niet eens last van. Dat ik zeg, ja, dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon met alleen maar blanke of witte mensen om me heen leven. Ik wil niet dat mijn volk gaat mengen. Ik wil niet andere mensen waar dan ook tegenkomen. Dat ik wil gewoon dit. En nee, tuurlijk heb ik er geen last van. Dus wat dat betreft is het wel meer... soms doordacht dan dat het echt uit persoonlijke grieven komt. Maar ja, ik heb ook mensen erin zitten die al 8 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. En die lezen dan in de krant dat statushouders 26 weken erop moeten wachten. En dan een sociale huurwoning krijgen en nog wat geld om het in te richten. Die daar echt woedend over worden. Dus het is wel, er zit wel heel veel verschil in. Het is maar net wie je voor je hebt. Is er volgens jou iets te zeggen over de grootte van de groep? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je dat rekent. De actiebereidheid is vrij laag. Ik denk als je het er echt over hebt, het was nog wel even zoeken. Want ik wilde mensen die wel radicaal en extreem rechts waren, maar die ook de deur uitgingen en minstens 30 kilometer gingen reizen. Ofwel voor een lezing, ofwel voor een demonstratie, maar niet die alleen maar op Twitter zaten. Nou, dat is best nog wel even zoeken. Ik denk als je echt de mensen hebt die de deur uitgaan, dan kom je denk ik op 200 max. En als je dan echte mensen hebt die acties doen, die het dak van de moskee opgaan, die er in demonstraties gaan en zo, ja, dan ik denk dat je met 80 al aan een hele hoge kans zit. Ik denk dat het zelfs wel minder dan dat is. Nick, zou ik een advocaat van de duivel vragen mogen? Maar is het ook niet zo dat mensen die echt kwaad in de zin hebben, wellicht niet mee willen werken aan het onderzoek en onderdeel willen zijn van de onderzoeksgroep? Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook toen het onderzoek van Martijn de Koning gezien en die ging toen heel specifiek ook op. En die heeft natuurlijk ook niet de harde kern kunnen vinden die hij eigenlijk had willen spreken voor zijn onderzoek. Nou, ik heb wel mensen met kwaad in de zin in mijn onderzoek. Nee, okay, maar, nee precies. Dat, maar, een ongezonde fascinatie hebben voor Anders Breivik en dat ook echt een top idee vind. Precies, maar qua orde van grootte zou het ook nog eens kunnen zijn dat we wellicht niet iedereen daarin dus benaderen, dat we niet alles zien wat we willen zien. Nee. Dat er ook nog iets wat natuurlijk onder de radar is en wat ook onder de radar blijft. Ja. Omdat het natuurlijk ook als doel heeft om onder de radar te blijven. Nou ja, dat heb je met Anders Breivik gezien. Die heeft bij verschillende rechtse groepen gekeken, dacht dit is het niet. En nu ga ik gewoon in mijn eentje iets voorbereiden. En dat is zo, kijk, ik snap het dat mensen heel erg geschrokken zijn als Identitair Verzet weer met een spandoek op het dak van een school staat. Maar die groepen, die houden elkaar wel rustig. Dat als ik gewoon kijk van nou, doe nou niet en nu staan we er slecht op en hou je in en houd gewoon netjes, we gaan wat niks spelen. Nee, dat zeggen zij tegen elkaar. Dat zeggen zij tegen elkaar. Nee, dat is heel bewust. Ik bedoel, Identitair Verzet neemt wel af en toe neonazies mee het dak van de moskee op, maar ze zullen nooit mensen meenemen die een Hitlergroet gaan staan brengen daarboven. Dus die groepen die houden elkaar best wel in toon. We praten natuurlijk naar grote gemene delen. Ja. Maar is het dan omdat ze zeggen, dat is marketingtechnisch niet heel nog handig om daar met een arm in 45 graden te staan? Of zeggen ze, vinden dat ook gewoon niet passen? Dat is wel een verschil. Een deel vindt het echt niet passen. Het past ook niet bij hun als actiegroep, maar ze nemen wel mensen mee waarvan ze wel weten dat die overtuigd nationaal-socialist zijn. Maar ja, dat zijn de mensen die komen, die doen gewoon tenminste mee. Maar is die 200, en als je dat afbelt ging naar 80, maar ik probeer me te bedenken even toch in de wat meer hybride schil om de kern heen. Ja. Dus ik pak een beet, even à la carte, dat je zegt, nou, ik zie allerlei problemen met het binnenlaten van meer migranten, maar om tegen vermenging van rassen te zijn, dat gaat me veel te ver.
Begrijp ik bedoel? Dus je kan zeggen, dat is wel rechts, maar die laatste stap, die maken ze helemaal niet. Nee, maar dat is ook een belangrijke breuklijn. Je hebt echt de mensen die duidelijk gewoon anti-islam, anti-migratie zijn, en de mensen die echt zwaar antisemitisch zijn en heel erg met vermenging van volkeren en zo bezig zijn. En dat is nog steeds wel, voor heel veel mensen is dat gewoon duidelijk wel een breuklijn waar ze zitten. Ik heb ook echt mensen van Erkenbrand gesproken. Die vinden salafisme vinden ze echt fantastisch. Van ja, zij willen niet met mij leven, ik wil niet met hun leven. Dus ja, jullie begrijpen het tenminste. Van we gaan allemaal in ons eigen clubje zitten en verder niet met elkaar. Ja. Ik heb nog wel een vraag. En de vraag gaat eigenlijk over, in hoeverre heb jij tijdens je onderzoek gezien of zie jij dat bijvoorbeeld rechtspopulisme, is dat met name voor deze rechtsextremistische jongeren die ook bereid zijn om enig met geweld te gebruiken, is dat nou een buffer, omdat ze daar namelijk iets kwijt kunnen, of is het een kweekvijver? Dat ze daar beginnen, dat ze op een gegeven moment denken, dit is het niet helemaal, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, het is het allebei, denk ik. Kijk, het was natuurlijk tijdens mijn onderzoek kwam Forum voor Democratie op, en er wel een aantal van die jongens ging inderdaad naar Forum, worden nu ook ook wel weer geweerd. Dus eerst was er heel veel optimisme over Forum. Met name toen Baudet, hoe die het nou ook bedoelde, maar dingen als homeopathische verdunning ging zeggen, dat is helemaal top. Dit gaat de goede kant op. Jernas, dat was in de Tweede Kamer vervolgens een debat over de relatie tussen IQ en ras. En bij Erkenbrand was het, dat heeft zelfs Jan Maat niet voor elkaar gekregen. Echt top, dit gaat de goede kant op. Maar toen ging Baudet, die ging daar weer afstand van nemen. Dus nu zeggen ze van het is een bitterbal nationalist. Hij zwaait wel met het vlaggetje, maar hij durft niet de rassenkwestie. Dus we zijn nu toch wel weer soort van teleurgesteld geraakt daarin. Dus ergens dacht ik wel van, zouden ze hier een politiek thuis gaan vinden? Maar ik heb nu de indruk dat dat echt absoluut niet het geval is. En zie je daarmee ook een risico? Omdat ze nu natuurlijk het gevoel hebben, hij gaat het voor ons niet doen. Dus we zullen wellicht het zelf moeten doen op enig moment. Of zeg je dat, dat zie ik nog niet zodanig gebeuren, dat ze zich ook echt distancieren van politiek als middel zien om dingen voor elkaar te krijgen? Nee, ik heb niet het idee dat ze politieke ambities hebben. De actiebereidheid is ook heel laag, want toen Identitair Verzet hier in Amsterdam en naast die We Are Here groep in die woning ging zitten, werd Erkenbrand ook meegevraagd en die wilde niet. En of die kwamen allemaal niet, of die konden allemaal niet. En, nou ja, de autopech. Huh? Nee. Je weet het niet. Dus nee, die actiebereidheid is gewoon vrij laag. Dat eigenlijk zeggen mensen van ik zit gewoon te wachten tot het de juiste tijd is. Tot het echt losgaat en dan doe ik wel mee. Maar laat dat eerst maar gebeuren en dan haak ik wel aan. Ik ga direct toch alle andere vragen stellen. Ik wil toch even één ding vragen. De aanleiding van deze hele bijeenkomst is onder andere dat AIVD en de coördinator terrorismebestrijding en veiligheid die rapporten. Ik heb die rapporten ook even gelezen. Ik zeg je er heel eerlijk bij dat ik er eigenlijk een diffuus gevoel van kreeg. Er staan aan de ene kant alarmerende dingen in, maar de actiebereidheid is op zich laag. Er staat aan de andere kant weer de fascinatie voor het wapen stijgt. Ik weet ook niet wat ik daarmee mee moet. Als jij die rapporten leest, of was het maar voor je proefschrift, wat haal jij daar nou uit? Ja, weinig. Je moet het echt tussen de zinnen door. Ja, af en toe zie je dingen dat je denkt, Nee, het is, het is gewoon heel moeilijk omdat het heel gevoelig ligt. Omdat wij, zeg maar zeker als je de definitie radicaal rechts, extreem rechts. Ja, dus hoe je het ook went of keert, er zitten gewoon partijen in de Tweede Kamer die ook in iedere studie naar radicaal rechtse politieke partijen gewoon terugkomen. Dat kan je heel, of dat nou terecht is of niet, dat is een hele andere discussie. En de AIVD en de NCTV, die werken ook maar gewoon voor wie er op dat moment in het kabinet zit. Ja, en er kan wel eens een keer een Forum in het kabinet komen. Er kan wel eens een keer een PVV wellicht in het kabinet komen. Dus we blijven heel voorzichtig. Maar bedoel je nou dat wat toch bedoeld als een objectief neutraal rapport, dat eigen kabinet gekleurd is? Nee, het is heel neutraal opgesteld om niemand voor het hoofd te stoten met het oog op de toekomst. Ja. Oké, en zo neutraal dat het daardoor ook echt ingewikkeld is. Zo neutraal dat niemand eigenlijk nog meer weet wat hij ermee moet. En dat iedereen er ongeveer in leest wat hij erin wil lezen. Want toen het rapport van de AIVD uitkwam, toen gingen allemaal mensen roepen van, ja, maar hier staat dat je geen kritiek op de islam, dat extreem rechts is. Nee, dat stond er niet. Alleen blijkbaar had de AIVD dat 12 keer moeten zeggen van kritiek op de islam is niet hetzelfde als extreem rechts. Dus wat je krijgt is een beetje tandenloos neutraal rapport, wat iedereen gewoon maar naar eigen inzicht gaat interpreteren. We komen direct nu natuurlijk bij jouw afdeling. Hoe gaan we ermee om als stad? En hoe beveiligen we ons? Hoe wapenen we ons er tegen? Of hoe voorkomen we het een en ander? Voordat ik dat bij jou, Sofian, bij jou uitkom, nog één vraag, Nicky, even. Het is een hele grote vraag, maar haal er maar uit wat je eruit wil halen.
Wat willen ze nou eigenlijk? Ik bedoel, rekenen ze nog op kabinetsbeleid of een politiek dak? Of proberen ze samen de meer leden te werven? Wie bedoel je met ze? Ja, dat is het. Ja. Dat mijn onderzoek gaat naar straatactivisme. Ja, die staan wel op straat omdat ze niet echt geloven dat het nog via politieke oplossingen kan. Ja. Dus het zijn allemaal buitenparlementaire activisten. Dus ja, als ik vraag, geloof je nog in politieke oplossingen? Nou, van de 36, ik heb 34 keer nee en 2 keer misschien, denk ik, uit mijn hoofd. Een... Ja. Meneer Lissen, mag ik daar een vraag aanhangen? In jouw onderzoek, zoals ik het nou hoorde, buitengewoon boeiend is, draait het wel erg om de mensen. Ja. Dat is een grabbelton. Die hebben soms, vinden ze elkaar aardig, soms zijn ze het eens, soms zijn ze het oneens. Het is gewoon een rave party. En ja. Dat is een heel complex verhaal. Als je nou van de mensen afziet en kijkt naar het circuleren van het gedachtegoed, naar het repertoire, is bij al die ad hoc verbanden en dan weer dit en dan weer dat, zien we niet wel een lange termijnsproces dat het gedachtegoed steeds meer wordt genormaliseerd? We hadden het erover dat Jan Maat dingen zei waar hij door werd geostraceerd, die we nu bij wijze van spreken door de VVD in de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen horen zeggen. In Nederland spreken we Nederlands, dat soort dingen. Dus dat, laten we zeggen, in de machtspolitiek niet van de mensen, maar van de denkbeelden, het voortdurend aan het winnen is en steeds meer het politieke midden overneemt als een normale vorm van gedachtegoed. Terwijl het 20 jaar geleden nog volstrekt abnormaal was. Nou ja, in het kort, ik zal even anekdotisch antwoorden, maar er is een interview met Martijn Vreeling, oud kopstuk van CP86, onlangs geweest, een paar jaar geleden. De communist heeft voor de helderheid. Nee, CP86. Andere kant van de universiteit. Andere kant. Yes. Maar dat was voorafgaand aan het Wildersproces en die zei toen, luister, wij werden zo ongeveer opgeheven omdat we zeiden dat we niet meer buitenlanders erbij wilden. Hij zegt dat hij er minder wil. Dus ik denk dat dat gewoon heel veelzeggend is. En je ziet ook gewoon dat in verkiezingstijd, in de jaren 80, als we het over verkiezingstijd hadden, dan was integratie geen thema. Dan was immigratie geen thema. Er was geen debat over de plek van de islam in de samenleving. Er waren geen standpunten over salafisme of wat dan ook. Dus in die zin ook. Ik bedoel, aan de ene kant zie je inderdaad dat er gewoon partijen opkomen die dat discours naderen. En aan de andere kant zie je andere partijen die daarop mee willen liften en ook al die thema's gaan aansnijden. Dus dat is absoluut aan het normaliseren. Dus ondanks alle kleine microverschillen zijn ze wel goed aan het winnen. Nou, ik weet niet of je dat hen nou zo goed kan aanrekenen. Ik zou dat eerder... maar dan zou je eigenlijk bijna zeggen van, nou, ze hebben Wilders beïnvloed en toen... Hun gedachtegoed wordt steeds meer mainstreamen. Dat was een van de bedoelingen. Maar als ik kijk naar mijn eigen onderzoeksgroep, dan zijn dat allemaal mensen die ideologisch zo verschillend zijn dat ze niet in staat zijn om dat nou één bepaalde richting op te duwen. Sterker nog, zelfs mensen die echt en dat komt ook uit ieder onderzoek naar radicaal en extreemrechtse actiegroepen, dat zelfs de leiders niet eens altijd 100% achter het gedachtegoed van hun eigen groep staan. Dus dat is inderdaad zo'n grabbelton dat ik niet zou willen zeggen dat ze daarmee aan het winnen zijn. Ik wil nog even kijken naar het mechanisme waar je wijze van spreken iets rechts kan vinden. Volgens sommigen misschien iets heel rechts. Maar waar je op een gegeven moment toch, nou ik noem het wel even, door de sluis heen gaat. Een mooi voorbeeldje wat ook nu vanavond langskwam is. Kijk, je kan natuurlijk eigenlijk best met allerlei argumenten stellen dat de rechtsstaat en de scheiding kerk en staat en de onafhankelijke rechters in West-Europa beduidend beter geregeld is dan op andere plekken in de wereld. Dus je zou best kunnen zeggen dat de rechtsstaat, de onafhankelijke rechters hier in Nederland, dat als dat naar dat systeem kijkend, dat je dat wel superieur zou kunnen noemen als je naar alle andere plekken in de wereld gaat. Dat is iets wezenlijk anders dan dat je zegt de cultuur is hier superieur. Dus de zinnetjes lijken verdacht veel op elkaar, maar er gebeurt iets totaal anders. Mijn punt is eigenlijk, in hoeverre is het nou, is zit daar een heel dun wandje tussen? Nou, zoek eens op Twitter op D66 rechters en dan vind je ze allemaal wel. Ja, zeker. Ja. Dus nee, dit zijn niet mensen die de rechtsstaat superieur vinden. Het zijn ook niet mensen die hem zouden behouden als ze aan de macht komen in deze vorm. Dus nee. Het gaat echt om de cultuur hier. De cultuur deels en etniciteit en ras. Maar ja, daar zit gewoon een groot verschil tussen mensen. Ik bedoel, Ik heb echt mensen in mijn onderzoek die net een tandje verder zijn dan de bezorgde burger. Tot aan mensen met, dat ik denk van, nee, als jij wordt losgelaten op de samenleving, wordt het doodeen. Maar het fascinerende is weer dat in die cirkelredenatie, ik heb dit gesprek natuurlijk wel eens vaker op podia gehad als debatleider, over die al dan niet superioriteit. Maar als je erop doorvaart, is heel fascinerend, dan hoor ik dus ook mensen zeggen, want als je dan vraagt, maar wat is dan die Nederlandse cultuur, of die West-Europese cultuur die zo superieur is? Dat is heel fascinerend. Joods-christelijk krijg ik dan te horen. Van mensen waarvan je denkt, goh,
een beetje kijkt op jullie website, is het nou niet dat jullie dat Joodse nou zo enorm warm omarmen? Dus in de zoektocht om te bepalen wat dan de identiteit is die dan superieur zou zijn, wordt het weer bijgehouden. Ja, maar daar is ook heel veel discussie over. Zijn ook mensen die vinden dat je christelijk er helemaal niet bij zou moeten halen, want ze zijn antireligieus. Dus ja. Okay, goed. Ik, mevrouw, als u geen microfoon heeft, dan bent u niet... Nee, mevrouw, zonder microfoon bent u nu aan het woord. Dus ik ga zo direct, mevrouw, heel even. Ik ga u echt het woord... Mevrouw, heel even, ik ga u zo het woord geven. Maar dat gaan we met een microfoon, dan verstaan we u beter. Voordat ik dat doe, ik kom echt zo bij u, ga ik eerst naar jou toe. Want, de grote vraag is natuurlijk, wat doet Amsterdam? Laten we het echt nu even over Amsterdam hebben. Niet over West-Europa, niet alleen maar echt hier. Wat doen we in de stad waar op dit moment moskeeën en synagogen permanente bewaking hebben? In de stad waar we toch af en toe opgeschrikt worden dat ook in dit vrijzinnige deeltje van Nederland er allerlei dingen gebeuren waar we ons rot geschrokken zijn. En eigenlijk wil ik je gewoon heel even de vloer geven om even de stand van zaken op dit moment vanuit de gemeente, als het om deze zaak gaat, toe te lichten. Nou, dankjewel. Ik zou graag willen beginnen bij eigenlijk het beleid dat we hier natuurlijk in Amsterdam hebben gehad, eigenlijk al decennia, als het gaat om hoe ga je met name om met een samenleving die aan het polariseren is. Want dat is eigenlijk waar het in essentie om gaat. Het zijn natuurlijk mensen die tegenover elkaar komen te staan. En volgens mij is het ook zo dat we in Nederland het zodanig geregeld hebben, dat we ook hebben afgesproken dat we best wel opvattingen mogen hebben die niet per se allemaal hetzelfde hoeven te zijn. Maar we hebben volgens mij afgesproken dat we dat parlementair in een democratie op een bepaalde manier regelen. En we hebben natuurlijk die rechtsstaat die heel erg belangrijk is, die met name ook de minderheid ook beschermt. Ik bedoel, dat is ook wel iets wat we echt moeten benadrukken. We hebben heel veel landen op de wereld die democratisch zijn, maar het is geen rechtsorde. Want de democratie zegt, de meeste stemmen die gelden, die bepalen het voor een aantal jaar. En daarna gaan we weer verkiezingen houden. Het bijzondere aan Nederland is dat we hebben gezegd, we zijn daarnaast ook nog eens een rechtorde. En daar zit tegelijkertijd heel veel kracht. Maar daarin zie je ook met name bij dit soort fenomenen als extreem rechts. En ik vind het eigenlijk ook wel een zegen. Wij kunnen dit soort zaken niet oplossen zoals landen waarbij geen sprake is van die rechtsorde. Dan zie je dat men al heel vroeg in het stadium afwijkende ideeën die anders zijn dan de dominante gedachten, of die niet helemaal passend zijn op dat moment, die kan men aardig goed indammen. Dus daar zit ook de worsteling die wij als stad ook hebben. Ik bedoel, je kan niet zomaar hier iedereen gaan volgen omdat hij iets anders denkt dan wat we zouden willen, of omdat hij heel erg bijdraagt aan polariserend effect. In dat kader ben ik dus heel groot voorstander, ben ik altijd al geweest, van bijvoorbeeld de lijn die we hier in Amsterdam heel lang hebben gehad met onder andere Job Cohen, die altijd heeft gezegd, we moeten wel met iedereen in verbinding blijven en blijven praten. En dat zijn vaak gesprekken die heel ingewikkeld zijn en die ook schuren. Maar dat zijn wel gesprekken die gefaciliteerd moeten worden. Want als je meer van de lijn Job Cohen dan Femke Halsema, begrijp ik van u. Nee, ik ben aan het opbouwen. Nee, u maakt nu even een keuze maken. U geeft met Job Cohen, die praten met iedereen. Ik hoor hem nog zeggen, de infrastructuur van moskeeën en andere zaken, die praten met iedereen. Femke Halsema heeft gezegd, ik praat niet met salafisten. Even een keuze maken. Nee, ik ga geen keuze maken die ik moet maken. Ik ben gewoon mijn verhaal aan het opbouwen. U geeft in uw verhaal aan dat u juist een warmte over... Ik kom bij nu. Oké. Ik kom bij nu. Dus ik denk dat we dat iets is wat Amsterdam heel veel goeds heeft gedaan. Ik denk ook dat we in Amsterdam ook in hele roerige tijden aardig bij elkaar zijn gebleven. En op een gegeven moment heb je natuurlijk die hele hoos gehad rondom islamitisch geïnspireerd extremisme. Ja. En ook daar is misschien wel interessant, want net werd er gezegd, ja maar dat AIVD-rapport wat nu ligt als het gaat om rechtsextremisme, dat zegt niet heel erg veel. Laten we ook niet vergeten dat aan de beginfase van islamitisch extremisme, dat we ook de uitreizigers, daar vonden we niks van, hè? We noemden ze Syriëgangers. Ja, mensen gingen, mensen kwamen toch. Hadden we geen opvatting over. Dus ik denk ook dat we de komende tijd ook moeten gaan definiëren. Wat vinden we nou binnen deze materie zorgwekkend? Oftewel, vinden we dat het moment dat mensen internationaal samenwerking gaan zoeken, is dat iets waar we op moeten gaan letten? Dus ik denk dat dat ook nog eens de komende tijd echt moet gaan gebeuren. En dat zijn wellicht, dat is vaak beleidsmaat. Het kunnen ook politieke keuzes zijn. Hè? Ik bedoel, op het moment dat waren destijds ook politieke keuzes. Wat vinden wij nou van het feit dat mensen uitreizen? Nou, eerst vonden we er niks van, want we dachten van, nou, Syrië, dat. Wij Nederland hebben daar niet per se een rol in. Het draaide op een gegeven moment en toen dachten we, wacht eens even, op het moment dat je dat doet, dan ben je strafbaar. En daar hebben we op een gegeven moment ook zodanig naar gekeken. Dus ik vind het rapport wat nu van de AIVD ligt, dat schetst volgens mij een beeld van een aantal zaken die er daarbij toe doen. Men ziet dingen, men constateert zaken. Maar het is nu ook zaak aan beleidsmakers, aan politici, die om nu ook echt aan te gaan geven. En wat vinden we nou zorgwekkend en wat vinden we niet zorgwekkend? Ja, als je het mij zou vragen wat het dan is. Ja, dat is een goede vraag aan jezelf. Dat is ook waar ik naartoe wil gaan. Ik vind het heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds andere opvattingen die mensen hebben die passen binnen de democratische rechtsstaat, dus niet discriminerend zijn. Ik vind dat je daarin best in, mevrouw die zei, ik ben anti-islam. Nou, ik vind dat echt prima als moslim. Gewoon vooral doen. Maar wat heel belangrijk is, er ligt wel een grens, is dat je niet individuen daarin moet kwetsen of groepen daarin moet kwetsen. En aan de andere kant vind ik, waar echt de rode lijn zit, is op het moment dat je jouw eigen overtuigingen aan een ander wil opleggen middels geweld.
Oftewel, geweld als een legitiem middel zien om dingen voor elkaar te krijgen in de democratie zoals wij die hebben. En daar ligt volgens mij de grens. En volgens mij is dat ook wat we in Amsterdam altijd zullen moeten blijven bewaken. Dat doen we ook in Amsterdam door groepen te beschermen die wellicht mogelijkerwijs ten prooi kunnen vallen aan mensen die deze vorm van gedachten goed hebben. Dus je ziet ook synagoges beveiligen we. We zien dus ook nu dat moskeeën de afgelopen jaren ook daarin heel veel bedreigd zijn. We hebben gezien dat bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord een onderhoofde pop voor de deur gezet. Islamitische school die bezet is geweest. Dus je ziet daar een beweging in. En dat zijn zaken die we dus als Amsterdam doen. Enerzijds probeer je het gesprek te faciliteren en aan de boel bij elkaar te houden. Dat doet de burgemeester nu ook. Er wordt gepraat, de burgemeester zegt ook, ik zie een belangrijke rol voor vrouwen, ook heel belangrijk om die mee te nemen, moeders. Het is door nog even dat antwoord op mijn vraag. En dat is? Hè? Welke vraag is dat? Deze burgemeester praat niet met iedereen. Ja, deze burgemeester die heeft eigenlijk gezegd, ik praat met partijen die willen bijdragen aan dat wijgevoel. En dat begrijp ik. Maar als je mij persoonlijk vraagt, maar dit is mijn, en dat heb ik ook in het debat ook aangegeven. Ik vind ook groepen waar je zorgen over maakt, daar zit ik liever bij aan tafel dan dat ik ze gewoon hun gang laat gaan. Dat is iets wat ik zeg en dat zeg ik nu weer hier. Ik zou dat anders gedaan hebben. Volgens mij heeft zij daar ook op gezegd. Wij praten met die organisaties. Wat zij heeft gezegd is, ik ga niet met die organisaties samenwerken. En ik vind dat wel een belangrijke nuance. Dat is wat anders dan samenwerken. Heeft ze ook nooit salafisme gezegd. Daar is vervolgens heel media circus omheen geweest. Heb je een punt? Maar dat heeft je vervolgens niet weersproken. Dat brengt echt er wel weer erbij. Dat tegen mij wel. Oh, ja. Dan heb je er iets kordaat gesproken. Nee. Nu de vraag even toch aan u. Want tot nu toe is het in Amsterdam natuurlijk erg gegaan. Ik denk natuurlijk aan de moord van Gogh en allerlei andere zaken. Het is altijd gegaan over islamitisch geïnspireerd radicalisme, om het maar even zo te zeggen. Vindt u nu dat eigenlijk die portefeuille in die zin uitgebreid moet worden en dat je zegt dat rechtsextremisme, thema van vanavond, moet daar volwaardig in die zin tegenaan gezet worden, erbij opgenomen worden? Nou, volgens mij hebben we nu ook afgesproken dat we dat gaan doen. En het begint is onder andere doordat we zien dat er een bepaalde dreiging is uit de rechtsextremistische hoek richting aantal organisaties en instellingen. Maar vergeet ook niet het haatzaaien via social media, ook naar individuen. Dat is dus het ene wat we gaan doen. Het andere aspect, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, dat je ook goed moet gaan nadenken. We hebben natuurlijk in Amsterdam hebben we heel lang de casuïstiek aanpak gehad, waarbij je individuen op enig moment in het vizier wilde hebben. Nou, ik vind het ook wel echt wel interessant om te kijken hoeveel in Amsterdam individuen zijn die wellicht tegen zaken aanschuren, waarvan je zou zeggen, moeten we daar iets mee? Al is het alleen maar om het in kaart te brengen. We zien natuurlijk bijvoorbeeld bij een aantal demonstraties in het land, zagen we ook recent bij de Zwarte Piet demonstratie, dat een aantal harde kerngroeperingen van voetbalverenigingen, die laten zich optrommelen en die gaan daar gewoon meedoen. Maar wat nou als daar een 17-jarige jongen tussen zit, redelijk, ik wil zeggen misschien niet helemaal succesvol in datgene met wat hij aan het doen is, een beetje gefrustreerd. Ja, ik vind dat we daar als samenleving wel ook zorg voor hadden moeten hebben en zo iemand ook in kaart zou moeten brengen. Consequent in uw redenering zou zijn dat u het ook een goede zaak zou vinden dat Halsema, dus met wij spreken de voorzitter van Pegida en Erkenbrand, ook in gesprek gaat? Ja, maar volgens mij doen we dat, want als je wilt demonstreren in Amsterdam, dan wordt er gewoon... Nee, maar dat zijn natuurlijk wel de contact die je als overheid hebt met iedere organisatie. Maar kijk, samenwerken op een manier je verhouden tot een organisatie, en terwijl je ziet dat daar denkbeelden en ideeën zijn niet helemaal stroken met onze democratische rechtsorde, dat vind ik ook echt wat anders. Maar ik denk, je zult ten alle tijden, en of dat nou een burgemeester is, of een politiechef, of een wijkagent, of iemand van een veiligheidsdienst, je zult je altijd moeten verhouden tot mensen die onderdeel zijn van ons samen, die iets willen. En dat doen we volgens mij ook. En dat moeten we ook blijven doen. Een theoretische vraag. Als ze het verzoek zouden krijgen om echt, dus even los van de debat over een vergunningsaanvraag voor een demonstratie, maar als ze serieus door een burgemeester, in dit geval Amsterdam, worden gevraagd om aan tafel te komen, zouden ze interesse überhaupt in hebben? Ja, denk het wel. Constant Kuster zit regelmatig bij Arend Marcouch op kantoor binnen. Ja. Dus ja hoor. Dus er zit ook een behoefte om als een volwaardige gesprekspartner daar zo bezien te worden? Ja, in principe wel. Ik zou niet weten waarom niet. Nee. Nee. Maar voor mij is het wel belangrijk om ook te... Ik zie ook niet het probleem met de mensen die heel graag zouden willen praten. Kijk, als het gaat om met name dit soort groeperingen en waar de dreiging natuurlijk met name op zit, zijn juist die groeperingen die onder de radar blijven en niet willen praten, maar wel met een ideologie die samenleving in. Dus ik vind alle partijen die willen praten, dat zijn partijen die uit de anonimiteit treden. Ik bedoel, zo'n meneer Kusters, die zit er en die zit natuurlijk al, die doet al heel lang mee en die vindt het ook leuk, die aandacht die hij dan op zich krijgt, is prachtig. Dat zien we. Hebben we altijd gezien. Nee, mij gaat het met name over hoe gaan we in kaart brengen die groeperingen of die individuen die juist onder de radar willen blijven. Maar even, probeer even nu helemaal aan de andere kant te hangen. Je zou ook kunnen zeggen, ja, ik hoorde jou net zeggen, zijn er 200, als je dat afvalt, kom je bij 80. Geef je ze misschien ook niet onevenredig veel aandacht. Misschien moet je het gewoon, heb je bedoeld? Dus je moet er wel zorgen dat je het in de knip hebt en weet wat er gebeurt.
Maar ja, als je het allemaal zo gaat optuigen, maken we het groter en belangrijker. Nou, er werd natuurlijk wel iets gezegd, al zijnde de normalisering van het gedachtegoed. Laten we niet vergeten, als we bijvoorbeeld kijken naar jullie, hoe in Amsterdam ook gisteren weer de veiligheidscijfers, hoe bijvoorbeeld moslimdiscriminatie de afgelopen jaren echt een spurt heeft genomen, een groeit. Maar dat komt natuurlijk ook voort uit het feit dat bijna genormaliseerd is. Dat je bijna islamkritiek, om het maar bijna zo te noemen, bijna één op één linkt aan het beledigen van een moslim en het discrimineren van een moslim. Nou, dat zijn wel zaken van, ik denk van, nou, je maakt die groep daarmee niet groot, maar het effect wat die groep dan heeft in gedachtegoed, goed, online, via anonieme accounts, op mainstream gedachtegoed, dat het bijna kan, omdat het maar overal weer terugkomt. Nou, ik vind dat je daar als overheid wel tegen moet optreden. Dat is nu ook onderdeel van beleid, is dat we hebben gezegd. Je zult ook echt goed moeten gaan nadenken hoe je antidiscriminatiebeleid, ook op dit aspect, wat natuurlijk polariserend effect heeft, ook goed op poten gaat zetten. Dat is ook wat we gaan doen. Maar goed, wat er allemaal online gebeurt, heb je als gemeente Amsterdam... Daar kijk je bij en sta je bij, zou ik zeggen. Nee, maar het gaat om het normaliseren van het gedachtegoed. Op een gegeven moment heb ik geopperd, want dat is mijn rol als politicus ook, een hoofddoek bij de politie. Dat vind ik best interessant, een interessante exercitie, ook in het licht van die hele discussie scheiding kerk en staat. Wij zijn geen laïcité in Nederland. Je kan bij de politie kun je gewoon de eed afleggen. We hebben een christelijke politievakbond. Dus ik denk van, probeer het maar even. Wat ik dan over me heen kreeg, online, via mailtjes... ik ben ook nog eens uitgemaakt voor een Rotterdamse terrorist. En dat berichtje is ook nog steeds aan het terugkomen iedere keer. Ik denk, ik ben nog nooit in Rotterdam geweest. Maar nou, ik kom er wel eens, maar ik heb vandaar, niet... Vandaar, je bent wel onze terrorist hier. Gewoon in Amsterdam, hè? Ja, ik ben wel jullie terrorist. Nee, maar dat zijn wel dingen. Dat mensen daar gewoon mee bezig zijn. Weet je, ik kan er tegen. Maar ik denk wel, van daar is dus iemand gewoon... Die is daarmee bezig. Die wordt gewoon wakker. Die denkt, die Soufiane en Barkie uit Amsterdam, daar ga ik om. Maar vandaag gewoon, de komende week ga ik daar gewoon mee bezig zijn. Ik vind dat wel zorgwekkend. Als je bepaalde rapporten van de Anne Frank Stichting uit 2002, 2000, die tijd, dan is het vrij, tenminste als dat er toen al was. Maar goed, 2003, 2005, laten we het zo zeggen, erbij pakt, dan is het vrij kolderiek waar ze zich toen druk over maakten, wat in een hoekje van Stormfront stond te lezen. Dat ziet nu iedereen gewoon dagelijks op Facebook en Twitter voorbij komen. Dus wat dat betreft is het wel gewoon veel meer aanwezig. Mag ik even vragen? Ik weet dat er daar iemand een knipper zit. Dat ben jij. Jij knipt toch of niet? Oh, ik wil heel graag... Is het nu boven daar? Nou, even doorgeven. Er zit namelijk een online een foto met die titel, met die twee haakjes eromheen. Laten we er maar even doorheen gaan. Deze komt ook al langs. Dat was een filmpje. Deze. Kijk. Weten jullie wat dit is? Wat hier gebeurt? Ja? Nicky, leg het eens uit. Nee, ja, dit is om aan te geven dat het Joods is. Dan zet je er drie van die haakjes omheen. Ja. Dit komt met name vanuit de alt-right scene meer. Ja. Want door dus, er staat nu ze, maar dat moet even een naam. Jouw naam, Soufiane en Barkie, had daar kunnen staan, wij spreken. En door dus die haakjes aan twee kanten, 2x3 te zetten, gebeurt er? Nou ja, dan is het onderdeel van een Joods complot, laten we het zo houden. Of in ieder geval wordt het in de Joodse hoek gesitueerd en daarmee bij voorbaat verdacht gemaakt. Het is gewoon met als resultaat dat er vaak honderden, soms wel duizenden buitengewoon smerige reacties op je afgevuurd worden. Omdat het voor heel veel mensen online duidelijk is. Ja, maar er is ook alweer een tegenbeweging gekomen van mensen die dat expres om hun naam heen gingen zetten, inderdaad. Je ziet nu ook op Twitter dat sommige mensen die niet radicaal en extreem rechts zijn, een Nederlands vlaggetje in hun Twitter-bio zetten van we moeten dit symbool gewoon terugclaimen. En dat is hier ook mee gebeurd. Goed. Ik ga even naar de eerste rij. Dat zijn de dames die hier zitten. Kunnen we u allemaal goed zien? Kom ook alle twee even staan, want jullie zijn met z'n tweeën. Ga ik zo staan, gaan jullie zo staan, zo, ja. Met wie hebben we het genoegen? Goedenavond. Goedenavond, Debbie Koekoek. En wat doet u daar? Ik ben consulent discriminatiezaken. En naast u staat? Karin Schade, directeur van het meldpunt discriminatieregio Amsterdam. Fijn dat jullie er beide zijn. Kunnen jullie eens even gewoon uit de dagelijkse praktijk vertellen wat jullie zien als het gaat om wat jullie nu registreren eigenlijk? Zie je daar een bepaalde trend in? Nou, dat is wel interessant, want ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben we gekeken of het aantal meldingen bij ons, we gaan binnenkort rapporteren over 2018, of het aantal meldingen over moslimdiscriminatie is toegenomen. Dat is dus bij de politie wel zo. Bij ons is dat niet zo. We zien wel meldingen daarover, maar we hebben het gevoel dat er veel minder gemeld wordt dan wat er speelt. Wat ongelooflijk jammer is, want dat betekent dat wij niet aan de slag kunnen met wat er gebeurt. Hoe verklaart u dat gevoel? Ja, zoiets als het feit dat de politie die meldingen wel krijgt, los van wat je op straat hoort en om je heen hoort, geeft die indruk. En even dan, dit soort gerelateerd discriminatie en racisme, kun je daar eens gewoon praktische voorbeelden geven? Wat gebeurt er hier in Amsterdam? Wat zien jullie? De klachten die we wel hebben gekregen over 2018, die spitsen zich met name toe op vrouwen met hoofddoeken.
En daar zie je verschillende varianten in. Het niet worden aangenomen voor werk. Je ziet mensen die, een vrouw die onlangs een hoofddoek was gaan dragen. En die had een klant en die zei tegen haar, die sprak haar aan op radicalisering. En zei, oh, is de volgende stap dat je een boemgordel bij je hebt. Er worden grappen over gemaakt, zoals je hebt een theedoek op je hoofd. Dat is een categorie die we zien. Wat we verder zien is dat moslims soms op hun werk bijvoorbeeld worden gepest en gefrustreerd in het bidden. Dat een bidkleedje wordt weggegooid. Wat je ziet is dat er problemen ontstaan als mensen vanuit hun geloofsovertuiging geen handen willen geven. Er was een stagiaire en die mocht ergens niet aan de slag, omdat ze zei dat ze geen mannen een hand wilde geven. Er was een andere vrouw die was al ergens aan de slag als stagiaire en die kreeg te horen, als je dat niet gaat doen, dan moet je weg. Er was ook een man en die kwam op de school van zijn kinderen en daar was een lerares en hij wilde haar geen hand geven. Dat leidde ook tot problemen. Dat zijn het soort klachten dat we in 2018 voorbij hebben zien komen. Ik ga even naast je staan, naar je collega. In hoeverre zien jullie ook gewoon de meldingen als het gaat gewoon om agressie, intimidatie? Bij wijze van spreken het aftrekken van hoofddoeken van moslima's in de tram, noem maar wat. Daar krijgen we niet veel meldingen over. Gelukkig ook niet, want die mensen moeten gelijk naar de politie. En dat zijn ook niet de zaken waar wij eigenlijk wat mee kunnen. Kunnen jullie toch eens even wat getallen erbij noemen? Met de disclaimer erbij, dat je het gevoel hebt dat er meer had gemeld moeten worden. Maar toch eens even wat getallen. Maar voor 2018 waren het er 25, meen ik? Meldingen over moslimdiscriminatie, inderdaad. En dan zeg ik, misschien door mijn onwetendheid, dat vind ik helemaal niet zoveel. Of is dat een hele domme opmerking van mij? Dat kan hoor. Nee, het is ook niet zo heel veel, dat klopt. Dat is ons punt ook, denk ik. Wij denken dat veel te weinig bekend is in de moslimgemeenschap dat je je tot ons kunt wenden. We hebben een paar belangrijke functies. Wij registreren klachten en kunnen zo ook trends signaleren. En we maken ook die cijfers publiek. Daarnaast behandelen we ook de klachten. En zorgen we dat er hoor en wederhoor plaatsvindt. En helpen we mensen en we geven ook voorlichting. En waar we tegenaan lopen op dit moment is dat er weinig wordt gemeld. En dat wij denken dat dat enorm zou moeten. Wij durven niet te hopen dat het is omdat er niks gebeurt. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Nee, je wilt ook als een meldpunt wil je de realiteit gewoon op je bureau hebben. We hebben de indruk dat wij die realiteit nog niet hebben. En we denken dat het ook een groep is die de weg naar ons wat minder wel makkelijk weet te vinden. En die misschien ook minder goed vertegenwoordigd is dan sommige andere groepen. Er is bij de moslimdiscriminatie, daar is minder makkelijk een aanspreekpunt voor. Zoals je het COC hebt voor de LHBTI-gemeenschap. En zoals je het Anne Frankhuis hebt en het Kili voor de Joodse gemeenschap. Dat is er minder in Amsterdam voor de moslims. Wat ga je eraan doen? Ga je zorgen dat meer mensen jullie weten te vinden als ze daar... Dat gaan we zeker. Ja, maar hoe? Zichtbaarheid vooral. Maar ook op andere manieren veel meer naar buiten treden. Meer met andere organisaties samenwerken. Meer rugbaarheid geven. Er is ook een app, Meld Discriminatie Nu. Die is heel makkelijk. Daar is te weinig, denk ik nog. Die is landelijk uitgerold, maar te weinig aandacht nog voor geweest. Dus wij gaan zeker aandacht voor onszelf opvragen. Bij deze, de app. Allemaal downloaden, dames en heren. Geeft u de beide dames een warm applaus. Dank jullie wel. Ik kom nu even bij deze mevrouw alvast om het ventiel van de avond even los te trekken. Een korte en bondige vraag. Bent u toen staan? Let u op. Dag mevrouw, wie bent u? Dag, Anne Aert. Deze mevrouw bijvoorbeeld, het komt niet in haar op dat die hoofddoek discrimineert. Dat er mannen zijn in Nederland. Gisteren nog op de televisie, die zei, verdomme, hoofddoek. Ik krijg mijn piemel niet eens meer overeind. Waarom hoeft ze zich die hoofddoek om te doen voor mij? Ik voel me beledigd en ik voel mij ook beledigd en gediscrimineerd. Dit is Europa, we hebben gevochten om vrij te zijn. En dan gaan ze verdomme met die hoofddoek omlopen. Ik kwam vanavond zat ik dus in een oudere vervoertaxi. Die moslim zei, de taxi drijft, mag ik even naar het toilet gaan, mevrouw? Vindt u het erg als ik 5 minuten wacht? Dat werd 10 minuten. Ja. Ik ben uitgestapt. Ik zag allemaal stoere schoenen staan. Hij was even gaan bidden. Ik heb nog nooit 1 positieve ervaring met moslims gehad. Oké, dat kan. Nee. U kent de spelregels. Zonder microfoon bent u niet aan het woord. Dank voor deze bijdrage. Is er nog iemand die tot nu toe even de dingen die hier gezegd zijn, daar een vraag of een opmerking over heeft, voordat ik weer terug aan de tafel ga? Ik zie u. En nogmaals, u voelt er een beetje de sfeer van de avond aankomen. Kort en bondige vragen, daar zijn we dol op. Dag meneer, wie bent u? Ik ben Kevin. Hallo. Wat mij opvalt is dat er heel vaak wordt gezegd over Nederlandse fascisten die dan in Nederland zich vooral heel netjes opstellen en niet willen gezien worden als agressief. Maar ik weet ook dat diezelfde gasten van Identitair Verzet in het weekend in Duitsland keihard op de vuist gaan met allerlei andere groepen. Hun ondergrondse wereld is in Duitsland en niet in Nederland. Een standpunt? Wie wil daar op de tafel? Ja, alle drie. Sofiane, begin bij jou. Dat is de opmerking die ik net terecht ook maakte. Het ging dus over het onderzoek wat nu speelt. We zullen moeten gaan besluiten in Nederland wat wij nu
afwijkend gedrag vinden en waar we dus iets mee moeten. En het is inderdaad dat we nu heel erg de focus hebben op datgene wat we in Nederland zien. Maar ik denk dat we echt met elkaar zullen moeten afspreken. Wellicht is dat ook iets wat we moeten zien als een soort van uitreizen naar een ander gebied. Namelijk dat je naar een ander land gaat om daar inderdaad dingen te doen die niet helemaal kloppen. En vervolgens weer terugkomt en hier in Nederland je opstelt als zijnde van ik wil gewoon praten. Ik denk dat dat soort keuzes we moeten gaan maken. Het is natuurlijk wel een verschil of je in een Duits weiland een knokpartijtje aangaat of dat je naar... Nou, maar dit is natuurlijk wel hoe we het in het eerst ook deden. Of je naar Syrië gaat om daar dekens uit te delen of dat je daar je bij de, hoe heet je, aansluit en bij het verzet tegen Assad. Precies dezelfde discussie. Okay. Hè? Okay. Oftewel, wat vinden wij van het feit dat er mensen vanuit Nederland naar een ander land reizen om daar gewoon geweld toe te passen en we zien het en we weten het en we doen er helemaal niks. Punt gemaakt. Jij wilde reageren? Ja, ik heb een passage erover opgenomen. Nee, er zijn dingen die identitair verzet heel duidelijk naar buiten communiceert. Er zijn dingen dat ze dat niet doen. Daarom was het ook belangrijk om ze meerdere jaren te volgen. Ik kwam ze één keer tegen toen ze heel... Nou ja, de adrenaline gierde nog door hun lijf, want ze hadden net geprobeerd de banden lek te steken van de kick-out Zwarte Piet bus. En dat hebben ze bijvoorbeeld nooit gecommuniceerd, maar ze hadden de spijkers niet goed vastgelast. Dus die gingen allemaal krom toen de bus er overheen reed. Maar er is een deel wat ze communiceren en er is een deel wat ze niet communiceren. Maar weet je Nicky, ik wil hier wel een beetje... Wat we natuurlijk wel een beetje doen, we zetten ze natuurlijk wel een beetje weg als Jiskevet-achtig en het is allemaal net niet, weet je. Maar laten we niet vergeten, ze hebben, dat zie je ook bij die aanslag bij de moskee in Enschede. Ook daar weer was de hele retoriek, ja, het was gewoon een beetje baldadigheid aan het eind van de avond. Ze waren een beetje dronken en toen dachten weet je wat, we gooien met wat Molotov-cocktails naar een moskee. Niet van mij en niet van de rechter. Niet van de rechter, maar wel van de verdediging. Dus ik wil daar ook wel voor waken. Het is niet allemaal toevalligerwijs, weet je, die banden en het lukte niet en we zijn een beetje gezet. Er is soms ook gewoon een plan met een gedachte, met een doelwit. Ik bedoel, die Molotov-cocktails, dat maak je ergens. Dat doe je in een tas, dat neem je mee en daar ga je iets mee doen. Dat is niet even impulsief, ik neem nu even dat gebouwtje. Dus dat is wel belangrijk om dat ook weer... Nee, deze nuance is gemaakt. Ja. Wil je ook nog reageren, meneer Leersen? Ja, we zijn in Nederland erg tolerant voor drugsgebruik, maar we zijn traditioneel erg keen op wapenbezit. In Frankrijk zijn ze veel makkelijker met vuurwapens, wij zijn daar erg op tegen. Ik denk dat als groepen bewust gewapend de publieke ruimte ingaan, met het oogmerk om geweld te gaan plegen en dat in georganiseerd verband doen, dat is buitengewoon kwalijk. Dat is een uitdaging aan het geweldsmonopolie van de staat. Als er spreekkoren in Beekbergen het gevolg hebben dat de politie in Beekbergen tegen die ene vrouw tegen wie die spreekkoren gericht waren, zeiden: gaat u maar naar huis, wij kunnen uw veiligheid niet garanderen. Dan is er iets heel erg mis. Ja. De staat kan zich als rechtsorde alleen maar geloofwaardig maken als ook het geweldsmonopolie hard in eigen hand houdt. Dus ik denk dat daar een grotere waakzaamheid van de kant van de staat echt geboden is. Maar mag ik daar nog één ding op toe? Soms is het gewoon echt heel lastig. Ik heb jongens in mijn onderzoek die... Het is gewoon ieder weekend raak dat ze op de vuist gaan met jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in het uitgaansleven. Het is ieder weekend weer EHBO, eerste hulp, gaat helemaal los. En het wordt nooit bij de politie geregistreerd als bijvoorbeeld racistisch geweld. Terwijl het wel gewoon racistisch gemotiveerd geweld is. Want mij zullen ze niet pakken als ik voorbij loop als witte vrouw. En ik denk dat daar ook bijvoorbeeld nog wel een hele wereld te winnen is als het bijvoorbeeld gaat om registreren en dingen echt in kaart brengen. Dank jullie wel. Ik zag daarboven, zie ook uw vinger, maar er was die mevrouw, die was volgens mij net. Ja, ik loop achterlang. Wat zeg je allemaal? Ik hou vast voor je, ik hou vast. Goedenavond, met wie hebben we het genoegen? Goedenavond, met Somaya Abouhoussein van jongerenpanel Ergen. Ik schrijf meestal gelijk iets op als tegenreactie, zodat ik niet in verwarring zal geraakt worden en kan uiten wat ik graag wil uiten. Zoals daarnaast, tenminste daar juist is gedaan. Namelijk... U bent ook niet bepaald verwelkomend, helaas. Probeer u open te stellen en niet de islam te leren kennen van onze lieve Geertje, maar de echte islam zoals de ex-PVV'ers Joram en Arnoud dit hebben gedaan. En vergeet niet, hoogstwaarschijnlijk liep uw moeder hier in Nederland met een theedoek, oftewel een hoofddoek, in de jaren vroeger, zoals vele foto's nog op Google te zien te zijn. Ik draag hem met trots en door mensen zoals u zal ik mijn hijab, oftewel hoofddoek, met nog meer trots dragen. Ja, en kunt u even dan een definitie geven wie nu u in uw verhaal is? Mevrouw die zojuist bepaalde uitspraken doet. Oké. Ja. Dan hebben we dat afgehandeld bij deze. Nee, ik hoor uw punt. Nu ben ik bij u. En dames en heren, u vond nogmaals, ik wil u echt even nog met klem vragen, korte en bondige vragen aan die mensen. Daar ben ik echt naar op zoek. Dat u allerlei buitengewoon belangrijk hebbende dingen wint, dat geloof ik onmiddellijk. Kom even staan. Goedenavond, wie bent u? Hallo, mijn naam is Rafi. Ik had een vraagje. Het gaat hier vooral over de randgroepen, Voorpost, Erkenbrand. Maar ik vroeg me af of de centrumpartijen niet een beetje te makkelijk wegkomen op deze avond. Want
electoraat van de FVD komt voor een groot gedeelte van de VVD. Heel veel rechtsextremistische intellectuelen zijn begonnen bij partijen als de CDA en het VVD. Zoals Geert Wilders, maar ook andere ideologen zoals Sid Lucassen. Zit volgens mij nu nog steeds bij de VVD. Zijn de centrumpartijen niet een groter probleem als je zegt dat rechtsextremisme een probleem is dan de rechtsextremistische partijen zelf? Punt is duidelijk, dank voor deze vraag. Wie kan ik daarop reageren even? Je zou bijna de vraag ook kunnen stellen, zijn de politieke partijen, spelen die in eigenlijk op dit soort nieuwe sentimenten? Of werkt het andersom, werken die politieke partijen die sentimenten in de haak? Ik zou een onderscheid willen maken tussen twee groepen. Ik denk dat er mensen zijn die heel erg ideologisch gedreven zijn en waar je als politiek heel weinig invloed op hebt, behalve dan dat ze steeds aan het zoeken zijn, waar kan ik me bij aansluiten bij de retoriek van mijn verhaal. Ik denk dat er heel veel mensen ook bij zitten die heel erg teleurgesteld zijn. En met name als het gaat om bepaalde zekerheden die ze in hun leven hadden. Gewoon bestaanszekerheid, gewoon mijn baan die ik niet meer heb, de woning die ik niet kan krijgen. En ik denk dat inderdaad daar heel veel politieke partijen inderdaad wellicht steken hebben laten vallen. Maar ik denk dat met name de linkse partij, en ik vind het ook echt een verantwoordelijkheid van mezelf. Ik vind dat wij ook het verhaal moeten vertellen dat het feit dat jij geen baan hebt en dat je een flexcontract hebt en dat je slecht betaald wordt, komt niet door een vluchteling. En Europa zorgt er niet voor dat ziekenhuizen in Nederland failliet gaan. Dat is natuurlijk ook de boodschap die je zult moeten verkondigen. En dat is natuurlijk ook die hele politieke dynamiek die speelt. Maar wat natuurlijk wel speelt is dat we de afgelopen jaren wel hebben gezien dat natuurlijk de rechtspopulistische partijen hebben hier wel aanspraak op gemaakt. Die hebben wel gezegd, het gaat om die bestaanszekerheid en wij hebben de oplossing. En daarom vroeg ik ook net, dat rechtspopulisme, is dat nou een buffer of is dat een kweek? Want daar maak ik me echt wel zorgen over, want Wilders doet al 20 jaar mee. En wat nou als er nu een 17-jarige jongen opstaat en die zegt, wacht eens even, Wilders gaat het niet doen voor mij. En dat is natuurlijk de scheidsrechter die we natuurlijk ook hebben gezien bij mainstream salafisme. Op een gegeven moment jongeren waren die zeiden, ja, maar dat gaat hem niet worden. Die mensen die willen praten en die willen doen. Nee, je moet een stap verder gaan. Op een gegeven moment moet je gewoon het heft in eigen handen nemen. En dan moet je het gewoon zelf gaan doen. En daar maak ik me zorgen over. En dat is natuurlijk wel wat je ziet gebeuren. Het rechtspopulisme, ook in de Kamer, is al heel lang aanwezig. Maar het heeft niet gezorgd voor oplossingen. Want de mensen die nog steeds last hebben van het feit dat ze geen baan hebben en die wachtlijst bij die woning. Ja, dat gaat niet veranderen. Dat moet je oplossen door andere keuze te maken. Maar ik begrijp dus ook uit je woord dat je zegt, laten we ontzettend blij zijn dat die veelkleurigheid aan geluiden en sentimenten allemaal in die Kamer zitten. Ik ben heel blij met het feit dat Forum voor Democratie in de Amsterdamse Raad aanwezig is, want dit leidt naar dat we kunnen debatteren. Ik zie nog heel weinig van het debat terug. Ze doen heel veel via de Telegraaf steeds, dus in het debat lukt nog niet. Ze ondersteunen al het beleid wat wij doen, ze allemaal top en dan achteraf wat anders doen. Maar ik ben blij dat ze er zijn. Dit is onze democratie. Goed. Alleen ik zie nog heel weinig oplossingen. Goed. Ik ga even een klein slingertje maken, nogmaals met de nadruk op korte en bondige vragen. Wie bent u? Hi, ik ben Omeema, ik ben ook van het jongerenplein van Argon. En ik heb een vraagje over de rechtsextremisten hebben een fascinatie voor wapens. En ook wel voor geweld. Ze gaan onder andere dus naar Duitsland om te vechten of in het uitgaansleven. Maar wanneer kunnen we het ook voorkomen dat ze een aanslag gaan plegen in Nederland? Of zijn er al reële dreigingen van, daarvoor? Zijn ze al bekend bij de AIVD? Dat is mijn vraag. Ja, dat weet ik niet. Kijk, er is een aanslag geweest. Natuurlijk de brandbom naar de moskee in Enschede. Vincent T. is onlangs veroordeeld die 2000 kogels in huis had. Dus nou ja, dan in ieder geval in die zaken zat men er wel op. En dit is het puur anekdotisch. Maar ik heb één jongen in mijn onderzoek zitten. Heb ik 2 jaar achteraan gezeten. En die staat gewoon nergens geregistreerd. Dus hij werkt zwart, hij betaalt zijn huur cash, hij heeft een prepaid telefoon, hij betaalt al zijn treinkaartjes gewoon contant. Pinnen heeft hij niet, was eerst om de belasting te ontduiken en later was het wel makkelijk. En die werd opgepakt bij een demonstratie en die zegt, ik zit daar. En dan komt iemand binnen en die stelt zich voor, die had gewoon 2 mappen met alles wat ik de afgelopen 2 jaar had gedaan. Dus ik dacht echt, terwijl ik gewoon voor de overheid, ik ben helemaal onder de radar, waren ze me echt fantastisch nagegaan. Dus ja, voor sommigen zullen ze erop zitten en sommigen niet. Maar het is wel een aandachtsgebied. En het gaat ook wel meer worden, denk ik, de komende jaren. Goed, ja, mevrouw, komt even staan. Ik heb uw vinger gezien, mevrouw. Dag mevrouw, goedenavond. Wie bent u? Ik ben Britt en ik heb denk ik een vraag voor Joep Leersen. En dat gaat over de term fascisme. Het lijkt eigenlijk een beetje in uw verhaal alsof extreemrechtse extremisten, dat wordt eigenlijk gelijkgesteld met fascisme. Ik heb lang in Italië gewoond, daar is de fascistische partij is nog steeds onderdeel van het normale spectrum. We hebben de pijp ook, in de pijp hebben we ook ijssalons waar ze Koep Mousselientje en zo verkopen, nog steeds hier. Dus
Ja, eigenlijk vind ik de vraag aan u is, hoe hanteert u dus nu? Is het waar dat het als het ware synoniem is? Of moeten we niet zorgvuldiger zijn met die term enzovoort? Maar ik weet het niet, hè? Maar het is echt een vraag. Dat zijn de beste vragen. Als u het niet weet en het daar wil horen, dat is bedankt daarvoor. Ik ga mee met mevrouw. Ik merk even op, misschien ook door mezelf. We hebben het heel veel over ultra-extreem en weet ik even wat. Het woord fascisme is relatief weinig gevallen vanavond ook. Nou, ik heb het dus, zoals gezegd, als een stenografische verzamelterm gebruikt. Voor allerhande ideologieën die de samenleving op een paramilitaire grondslag van discipline, een Führerprincipe, een bevel van bovenaf, gehoorzaamheid van de bevolking en een autoritaire samenleving met een elitaire top en zonder persoonlijke vrijheden. Dat was een duidelijk profiel in heel Europa. Van 1930 tot 1945. Italië liep voorop, maar eigenlijk is bijna elk land dat in 1919 onafhankelijk is geworden na de Eerste Wereldoorlog, in de jaren 30 een autoritaire dictatuur geworden. Ook de Baltische landen, ook Hongarije, Roemenië, Griekenland, noem maar op, Spanje, allemaal. En dat waren allemaal mannetjes met uniformen en een soort charismatische uitstraling van jullie moeten mij gehoorzamen. En ik noem ze maar even fascistisch. Wat is het nu? Extreemrechts tegenwoordig is niet langer zo militair gekleed. Ze gaan niet allemaal met stampende laarzen als SA of Balila-achtige mensen de straat op. Dat is gedemilitariseerd, zo u wil. Maar het autoritaire, elitaire gedachtegoed, de uitsluiting van andersdenkenden, de roep naar eenvormigheid, dat is bij extreemrechts gebleven in een meer burgerjasje. En ik noem dat dus postfascistisch. En dat is een samenvatting van veel gezindtes, maar het gaat dus om zaken die evident antidemocratisch zijn. In Italië draait de fascistische partij mee in het democratische bestel op een antidemocratisch programma. Een heel merkwaardige zaak, maar het betekent niet dat het een democratische partij is. Als ik een alcoholist ben in... ik ga geen rare... Jawel, trek hem maar even door deze vergelijking. Nee. We zijn er. Als ik een alcoholist ben in een vegetarisch restaurant, betekent het niet dat ik daarmee een vegetariër ben. Dus, in Italië is er ook een nieuwe virulente vorm van het fascisme, Casa Pound. Krakers in Rome, die zich laten inspireren door het gedachtegoed van deze apert pro-fascistische dichter. Dat zijn straatvechters en zij gaan echt het oude, harde Mussolini-fascisme. En het wordt gevoed vanuit die oude parlementaire partij. Dus wat ik wil zeggen is, er zijn communicerende vaten tussen de straatvechters, de individuen die soms doordraaien en die dan een varkenskop of een Molotov-cocktail of iets anders gaan doen. En dat is random, dat kan om het even wie zijn. Maar het gedachtegoed, het repertoire, doordecemt nu een heel extreem rechts spectrum. En ik ben dus veel meer geïnteresseerd in de memes, in de verspreiding van het gedachtegoed, dan de mannetjes die het overnemen. Dank. Er zit een mevrouw daar. Dat bent u, daar ga ik nu naartoe en daarna ga ik naar die meneer daar. En daarmee moet ik naar het einde van de avond. Ik stel voor dat we sowieso met elkaar aan de bar nog even ruimschoots napraten. Maar dat is even de ronde en al was het maar om de tijd dat ik niet meer mensen helaas het woord kan geven. Al die lange benen intrekken. dank jullie wel. Ja, mevrouw, kom even staan. Goedenavond, de ene laatste vraag. Wie bent u? Ja, mijn naam is Suleja. Mijn vraag is voor Nicky. Met je onderzoek, hè? In hoeverre heeft opvoeding een invloed op het ontwikkelen van het extreemrechtse? Of het socialisatieproces, maar dan zoom ik eigenlijk meer op opvoeding. Goeie vraag. Sorry, mag ik nog één keer, want ik hoorde me niet helemaal. De vraag was in hoeverre de opvoeding van deze mensen een rol speelt. Ja, nee, er gaat een hele traditie van studies aan vooraf van de autoritaire persoonlijkheid en de harde vader. Het is gewoon wisselend. Wat je wel ziet is dat het best wel wat mensen tussen zitten die wel een keer iets heftigs hebben meegemaakt. Dus of de dood van een ouder of een scheiding of een... noem het maar op. Maar als ik echt vraag, wat stemmen je ouders? Wat heel edgy is, want van de privacyregels en de AVG mag je als onderzoeker dat soort vragen niet meer stellen tegenwoordig. Maar dan varieert dat echt van SP tot SGP. Dus het is echt heel wisselend. Sommige apolitiek huis. Het enige is wat wel Nederland uniek maakt, is dat we niet zoals in Duitsland nog hele nationalistische families en gezinnen hebben waarin dat gedachtegoed wordt doorgegeven. Maar nogmaals, jij bent een onderzoeker en ik doe het een beetje af en toe. Maar dat was een wedervraag. Sorry. Ja. Gaat uw gang. Niet per se bij iedereen, nee. Ja.
Nee, dat is het enge. Maar ja, goed, ik heb ook heel veel ouders van jihadisten gesproken waarvan ik dacht van, nou, dit is echt een compleet normaal gezin en een fijne, veilige opvoeding en waarvan de kinderen dan toch zijn vertrokken. Dus ja, het is gewoon heel, heel lastig te zeggen, maar het is niet van nou ja, een veilige hechting, dat voorkomt het, helaas. Ja. Dit is de laatste, hè? Ja. Wacht even. Ik heb het gevoel dat u niet zomaar deze vraag uit theorie stelt. Ik heb bijna ergens het idee dat u dit vanuit een bepaalde praktijksituatie... Nou ja, maar ik vind het gewoon heel erg interessant om te weten of dat een gevoel van leegte is. Heeft het te maken met een bepaald gevoel van leegte, waardoor ze, als ze dan in contact komen met, dat ze dan het gevoel hebben dat ze eigenlijk... Ja. Er zit iets met een zoektocht van zingeving en identiteit in. Maar dat is met de jihadisten ook gewoon precies hetzelfde. Ja. Laatste vraag. Dank voor deze vraag, mevrouw. Dat is deze meneer. Dat is het belanghebbend moment. De laatste vraag. Moet dat een goede vraag? Moet dat altijd zijn? Wie bent u? Ik ben Niels. Ik zit bij Bezorgde Amsterdammers. We maken ons zorgen over de opkomst van racisme en fascisme in onze maatschappij. Nou, is het woord antifa vanavond een paar keer gevallen? Daar zijn jullie in die zin aan gelinieerd? Nee. Ja. Maar we hebben het hier eerder over gehad, dus vandaar. Antifa is geen organisatie, dat is een gedachtegoed. Maar jullie delen jullie dat gedachtegoed? Wij zijn antifascistisch. We hebben daar volgende week dinsdag ook voor iedereen die geïnteresseerd is over antifascisme een bijeenkomst over. En CREA op de UvA. Maar voordat u dat gaat pluggen, waren we beland. Ja. Daar komt hij aan. De vraag. Joep van Leersum heeft het gehad over de normalisering van het gedachtegoed van neofascisme. En hij heeft daar ook bijvoorbeeld Forum voor Democratie bij genoemd. Die zegt, ik wil dat Europa... dominant blank blijft. Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert. We hebben het veel gehad over individuen die radicaliseren. Maar we hebben het weinig gehad over die samenhang met partijen als Forum voor Democratie en de PVV. Mijn vraag is, hoe kunnen we effectief de opkomst van een partij als FVD bestrijden? Ja. Daar moet ik even bij zeggen, voor die paar mensen die het niet weten. Want wij hebben elkaar inderdaad net voordat we begonnen buiten gesproken. Wat ik in die zin spannend, of in die zin ook wel ingewikkeld bij jullie vind, is dat jullie komen eigenlijk echt op voor de rechtsstaat en de rechtsorde. Maar dat een van de onderdelen van het opkomen is het verbieden van bepaalde demonstraties. En daar zit, dat waren we met elkaar eens net buiten. Ik hoop dat u dat nu nog een keer effectueert. Daar zit een schurend paneeltje ergens. Ja, maar nogmaals. Het is lastig om het over antifascisme te hebben. Ik ben antifascist en Martijn, je had het daar eerder over Antifa als organisatie. Ik denk dat als je het daarover wil hebben, dat het goed is dat je die mensen uitnodigt. Ze hebben een Twitter-account, dat kan gewoon. Ik denk dat ze meestal wel bereid zijn om met je in discussie over te gaan. Dus ik vind het ook belangrijk dat ik het niet het woord namens hun voor hun actiemethodes ga doen. Ja? Maar toch wil ik wel, is de vraag hoe ze die vraagt u aan het panel hoe die partijen bestreden kunnen worden? En dan wil ik wel dat u het woord bestrijden dan even wat context geeft. Anders wordt het een ingewikkelde avond. Terugbrengen naar nul zetels? Ja, maar hoe vraagt u nu van het panel dat ze dan analyse geven hoe ze dat... We hebben het over de samenhang waarin mensen die radicaliseren zich gesteund voelen door ideeën van partijen die in onze rechtsstaat en democratie vertegenwoordigd zijn. Forum voor Democratie en PVV zijn daar expliciet... wij genoemd als zijn de partijen die bijdragen aan die normalisering. Mijn vraag, als we het hebben over de opkomst van rechtsradicalisme en rechtsextremisme, als we dat effectief willen bestrijden, dan moeten we niet alleen kijken naar die individuen, maar ook naar de partijen die daar ruimte voor scheppen. En mijn vraag is dus, hoe doen we dat? En als je dat expliciet vraagt, hoe kunnen we de FVD buiten de gemeenteraad houden, dat gedachtegoed en de steun daarvoor terugbrengen? Want ik denk dat... Dan moeten we het even toch concreet maken. Kijk, iets naar de nul zetels brengen, dat kunnen alleen stemmers doen in het stembokje. Dat gaan wij hier niet bepalen met elkaar. Dus heeft u het nu over dat u zich buiten de gemeenteraad plaatst, dat u vindt dat de overheid dit soort partijen moet verbieden en dus niet in de gemeenteraad kunnen komen? In Duitsland? Geef even antwoord op mijn vraag. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat we wel een voorbeeld kunnen nemen aan bijvoorbeeld Duitsland, waar de vakbond bijvoorbeeld antifascistische scholingen geeft op middelbare scholen. Waarbij politieke partijen dat ook doen, waarbij allerlei andere organisaties dat doen. En bijvoorbeeld de Duitse Omroep heeft afgelopen weekend in een hoofdredactioneel commentaar heel duidelijk gezegd dat zij vinden dat AfD niet behoort tot de democratie en rechtsstatelijke traditie in Duitsland. Nou, dat soort stellingnames van mensen die een stem hebben. Helder. Ik vroeg hetzelfde vraag en u gaf ze meteen een antwoord. Dank daarvoor. In zoverre u daar wat mee kan, want dat is... Ja. Ik denk dat eigenlijk Sofjan het meeste daarmee zou moeten kunnen. Ik wil even één opmerking vooraf maken. Ik denk dat het om
de zaak helder te houden en niet te zeggen wat gebeurt allemaal. Die scheiding tussen politiek en metapolitiek lijkt me wel nuttig hier. In de echte politiek, als het gaat om demonstraties, als het gaat om dingen waarbij mensen elkaar in de echte ruimte confronteren, hebben we rechtsregels en die moeten gehandhaafd worden. En dan moet bijvoorbeeld heel erg gekeken worden naar geweld en dat moet niet mogen. En dat is heel vaak in de gemeentes, dat is heel vaak op het lokale niveau. De metapolitiek, dat zijn die haatmails die je krijgt, dat is lastig omdat dat vindt in de cloud plaats. Dat is vaak nationaal, dat kun je niet op gemeentelijk niveau doen. En daar denk ik dat we waarschijnlijk wat meer zouden moeten kunnen. A, met burgerlijke waakzaamheid. En B, juridische regels die op zijn Duits duidelijker stellen wat niet kan. Want daar zijn we in Nederland een beetje vaag over. En in Nederland vinden we dat veel dingen moeten kunnen. Dat is de vrijheid van meningsuiting. En ik denk dat eigenlijk een helderheid van waar de burgerlijke waakzaamheid moet kunnen zeggen, dit moet je niet mogen zeggen. Dat daar iets meer duidelijkheid over komt. Ik haal één onderdeel van uw antwoord eruit. Dat heeft u ook in uw betoog aan het begin van de avond verteld. Dat u eigenlijk die bepaling in de wet vindt u wel dermate vaag. Een deel van het antwoord zou zijn om daar een wat strakkere formulering. Ja. Goed, dat gezegd hebbende. Nick Sterkenburg. Ja, nee, ik wil onderzoeken naar groepen. Ik heb hier geen antwoord op, sorry. Eén botenbriefje, bij deze verbruikt. Nee, ja, kijk, als een halvering of nul zetels van de Forum voor Democratie zou betekenen dat links bijvoorbeeld heel groot wordt in Nederland, daar ben ik wel voor. Daar zijn we als land ook aan toe. want het moet weer de juiste kant. Nee, dus ik denk, en dat proberen wij te doen middels het debat. Ik bedoel, ik ben blij dat deze partij zich nu niet zozeer alleen maar in de marge kunnen manifesteren door te zeggen, we zijn activisten en wij zijn de veranderaars. Je ziet dat ze nu al zo lang meedoen. En ook in de Amsterdamse gemeenteraad zie je dat men doet mee. Ik zie niet heel veel. Dus ik doe het vooral, ik bestrijd ze in het politieke debat. Zullen we blijven doen. En dat wil ik vooral doen. En dat is wel een belangrijke. Ik denk wat heel erg belangrijk is de komende. En dat is wel waar we steeds de valkuil in gaan. Is dat je ziet dat dit hele debat. Daar wordt een identiteitsdebat van gemaakt. Maar in essentie, als je ziet waar heel veel pijn zit. Is met name bij die bestaanszekerheid. En het lijkt er bijna op in Nederland. Dat op het moment dat we daar komen waar we willen komen. Je zag bijvoorbeeld bij die dividendbelastingsdebat. We kwamen eindelijk ergens. En wat deed de VVD toen? Die gingen toen hebben over probleemwijken. En dat je mensen met een andere etnisch anno dubbel moet straffen. En wat was het? Dat was echt weer zo'n rotje. En we sprongen er allemaal op en de echte discussie die werd vergeten. En volgens mij is het vooral zaak om de komende jaren, met name bij dit soort debatten, volgens mij het ook echt hebben over de problemen die ertoe doen. En voor heel veel van deze mensen, deze jongeren, is met name perspectief een probleem. Dat je dat moet kunnen blijven bieden. En de zondebok, de vluchteling, de migrant, et cetera. Volgens mij is het, we moeten, ja, hoe zal ik het samenvatten, we moeten de misstanden erkennen, maar de oplossing is echt een andere. Tot zover. Dames en heren, de Crash Course rechtsextremisme in opkomst. Ja. Sofia Mabarki, Nicky Sterkenburg en de heer Leers, Joep Leersen. Ik zeg u heel even erbij, op een avond als deze, moeten we daar nou wel met publiek, kunnen we dat nou... Ja, dat kon dus. En dat is altijd weer ontzettend leuk met de Bali te zijn. In dit geval de avond van Ergen en de Bali. Ik dank u niet alleen voor een luisterend oor, maar vooral ook voor uw bijdrage. Laten we aan de bar nog een biertje drinken. Tot zo.